Goedenavond. We gaan beginnen met een gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Wees gegroet, Maria, van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Heilige Hart van Jezus, ontferm u voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Onze Vaders, bid voor ons. Heilige, onze heilige patronen, bid voor ons. Alle engelen, Gods lieve heiligen, bid voor ons. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Goedenavond, we zijn aan de laatste les van de catechismus. Dat betekent niet dat het de laatste les is van de leergang, want we gaan terug beginnen met de eerste lessen die verloren zijn, die niet verloren zijn gegaan, maar die zijn in audio. En dat is een geweldig werk om die dan te publiceren, want er moet een beeldenis aan gebonden worden om dat op YouTube te kunnen zetten. Dus zoals u weet zijn mijn lessen op YouTube te volgen. Dus ik heb daar op YouTube dus alle catechismuslessen gezet vanaf de kerk, vanaf het artikel in de 12 artikelen over de kerk. En daarna staat daar de 10 geboden op en nu de 7 sacramenten. Maar we gaan terug beginnen de volgende keer met het begin van de catechismus. Om die reden die ik gegeven heb en ook om een andere reden, dat er ondertussen mensen zijn bijgekomen die dus die eerste lessen niet hebben gehad. Dus dat kan geen kwaad dat we dan eventjes de eerste lessen terug hernemen. Nu, het gaat vandaag over het huwelijk. Het huwelijk is een sacrament, maar het is ook geen sacrament, want er zijn twee huwelijken, soorten huwelijken. Het eerste huwelijk wordt ook het natuurlijke huwelijk genoemd, of het huwelijk van Adam en Eva. En het tweede huwelijk wordt ook het bovennatuurlijke of het christelijke huwelijk genoemd. En het is dat bovennatuurlijke christelijke huwelijk dat een sacrament is. Alleen, de katholieken kunnen alleen geldig voor de kerk huwen. En dat is dan een sacrament. Zoals ieder geldig gedoopte. Maar degenen die niet gedoopt zijn, die hebben een Adamshuwelijk. En die kunnen dus geldig huwen voor hun eigen bedienaar. Voor hun eigen geloof. Dus een boeddhist kan een geldig huwelijk aangaan, een natuurlijk huwelijk. Voor zijn bonzen, of ik weet niet wat, wie dat huwelijk daarin zegent. Een atheïst kan geldig huwen voor de burgemeester. De protestant voor zijn protestantse dominee, terwijl het toch geldig gehuwd zijn. Het is een beetje gecompliceerd, het geval van de protestant. Die is wel geldig gedoopt. Hij is geldig gedoopt, dus de meeste protestanten zijn geldig gedoopt. En indien ze geldig gedoopt zijn, is meteen ook het huwelijk een sacrament. Maar ik weet niet of ze dat beseffen. In ieder geval, vermis dat zij zeker niet voor de katholieke kerk gaan trouwen, maar voor de protestantse dominee, beschouwt de kerk dat toch als geldig. Omdat ze anders in doodzonde zouden leven, gewoon door te doen wat de natuur vraagt, namelijk trouwen. En dan gemeenschap hebben om kinderen te krijgen. Dus waarom zijn er twee soorten huwelijken? Wel, omdat niet iedereen christen wordt, maar toch moet iedereen kunnen trouwen. Want het behoort tot de natuur van de mens. Zoals iedereen moet kunnen ademhalen, en moet kunnen eten, en moet kunnen... anders sterft hij. Dus ook het menselijke ras sterft als er geen huwelijk is. Dus het huwelijk hoort bij de natuur van de mens. Dus iedereen moet kunnen, die wil. Niet iedereen moet, maar iedereen moet kunnen huwen. Die wil. En geldig natuurlijk. Geldig huwelen zonder dat het een doodzonde is. Dus iedereen heeft het recht om te huwen. En als je recht hebt, is het geen doodzonde om te doen wat je recht is. Daarom zijn die huwelijken van die niet voor de kerk gesloten worden, geldig voor niet-katholieken. Een katholiek kan alleen maar geldig
voor de kerk trouwen. Dus als je eerst naar de burgemeester gaat om te trouwen als katholiek, dat is gewoon een formaliteit die dus voor de kerk niet geldt. Voor de kerk is dat dan een soort belofte dat je gaat trouwen. Dus het is geen huwelijk. Voor de staat is dat een huwelijk, maar voor God niet. En dus in werkelijkheid niet, want God bepaalt wat in werkelijkheid is. Dus dat is hetgeen als inleiding, door de belangrijke principes die ik al inleiding kan geven, dan gaan we dus naar de definitie van het huwelijk. Dus als sacrament, dus het tweede soort huwelijk, hè? Niet het Adamshuwelijk, maar het christelijk huwelijk. Het huwelijk van Christus, van de tweede Adam. Hè? Niet van Jezus is nooit gehuwd geweest, maar hij begrijpt, hij heeft het huwelijk ingesteld. Wat is het huwelijk? Dus een definitie krijg je dan. Dat is het sacrament, hè, waardoor man en vrouw, hè, let wel, man en vrouw, tegenwoordig is dat belangrijk om dat te zeggen, want je hebt abominabele soort nephuwelijken natuurlijk, tussen Sodom en Gomorra toestanden, tussen man en vrouw, hè, waardoor man en vrouw zich als echtgenoten voor God en geweten tot aan de dood verbinden en genade bekomen om met elkaar christelijk te leven en hun kinderen tot Gods eer op te brengen. Voilà. Dus die definitie moet natuurlijk uitgelegd worden, want het is heel compact. Dus huwelijk is een sacrament, maar een sacrament dat ook een contract is. Het is een contract, want Sint Paulus spreekt erover. Het is een contract, het is een sacrament, dus het heeft verschillende aspecten, het huwelijk. Dus het heeft ook het aspect contract. Dus een overeenkomst, tot aan de dood. Dus het houdt op met de dood van een van beiden. Dat betekent niet dat in het eernamaals men niet meer zal weten met wie men getrouwd is geweest. Tuurlijk zal men dat weten, want de liefde is eeuwig. Dus het huwelijk veroorzaakt een bepaalde liefde. En zeker een sacramenthuwelijk, een sacramenteel huwelijk, dat is een echte liefde. Dat is een echte liefde, een echte naaste liefde in God. Dat is zelfs de genade die daartoe werkt om die liefde te vergroten. En de liefde blijft dus bestaan. Liefde gaat over de dood heen. Maar het huwelijk als dusdanig, namelijk een contract om kinderen op te brengen, dat wil zeggen verwekken en op te brengen tot Gods eer. Dus dat houdt natuurlijk op. Dus het huwelijk is een contract waardoor je recht krijgt op elkaars lichaam. En wel, het is dat wat ophoudt natuurlijk, want in de hemel wordt er niet meer natuurlijk uitgeoefend. Er worden geen kinderen meer verwekt. Want het einde van de wereld komt juist wanneer het getal van de uitverkorenen volledig is. Wanneer is het einde van de wereld? Wel, Jezus zegt het niet. Als mens kan hij het niet weten. Als God weet hij het niet. Weet hij het wel bedoel ik, maar zegt hij het niet. Want het hangt ook een beetje van de mensen af. Van hoeveel mensen zich bekeren. Hoeveel mensen er verwekt worden en hoeveel mensen zich willen bekeren. Want het einde van de wereld komt als het getal van de uitverkorenen bereikt is. Als dat getal bereikt is, dan moeten geen kinderen meer bijkomen. Dan houdt het huwelijk op en ook deze wereld, dit wereldlijk bestel, houdt ook op. Dus iedereen gaat dan sterven door het vuur, iedereen vereist, ook die vroeger, dus iedereen vereist, die ooit gestorven is geweest. En dan komt het laatste oordeel en dan is er dus de hemel, de hel, het vage vuur bestaat dan ook niet meer en het voorgeboorte van de kinderen. En Jezus zegt, in de hemel wordt er niet gehuwd. En wel dus gehuwden, alhoewel gehuwden toch, die liefde behouden tot elkaar. Maar het gebruik van de lichamelijke rechten, dat houdt dus op. Dus huwelijk is dus een sacrament, dat betekent door Jezus ingesteld. En die genade brengt. Een sacrament dat genade brengt. Genade die voortkomen van het kruisoffer, van de passie van Jezus. Te beginnen met doopsel. Dus men moet dus gedoopt zijn om dus christelijk te kunnen huwen.
om een sacrament van de huwelijk te kunnen krijgen. Want de doopsel geeft juist een onuitwisbaar merkteken, zoals we gezegd hebben, dat de capaciteit geeft om alle andere sacramenten te ontvangen. Dus ook het huwelijk. Dus het is dus een sacrament tussen man en vrouw, maar christelijk, dus katholieke man en vrouw. En als er een transgender is, dat werkt niet. Bijvoorbeeld een transgender man of een transgender vrouw. Je zijt voor God wat je zijt bij je conceptie, bij je geboorte. Dat zijt je. En ook al verandert je zogezegd kunstmatig je geslacht, hetgeen het altijd een knoeiwerk is, hè? Dat is nooit niet perfect. Bij de verrijzenis zult je dan toch verrijzen met uw mannelijk of uw vrouwelijk lichaam. Want met God zijn voeten kunnen inrammelen. Dus ook al veranderen ze van geslacht, dat telt voor God niet. Dus ik wil maar zeggen, dus, als een transgender zich bekeert en die wil trouwen, dan moet hem toch... dat werkt, dat gaat zo niet. Hè? Dus als hij moet terug worden wat hij eerst was, voor hij wil trouwen. En als hij niet gaat, ja, dan kan hij niet meer trouwen. Punt uit. Ja. Men draagt de gevolgen van zijn eigen daden. Hè? Het is soms zijn gans leven dat men de gevolgen draagt van zijn stomme tijden. Dat kan een gans leven zijn. Dus dat, als hij zich definitief verminkt heeft, ja, dan is het zo. Hè? Dan kan hij niet meer trouwen. Want je moet de geslachtsdaad kunnen stellen om geld te kunnen trouwen. Dus in potentie is een huwelijksbeletsel. Want het doel van het huwelijk is juist in liefde of in wederzijds zullen voor elkaar kinderen voortbrengen. En katholiek opvoeden natuurlijk, dat is nog het belangrijkste. Want wat haalt het uit dat je kinderen hebt als ze niet naar de hemel gaan? Als ze naar de hel gaan, dat je beter geen kinderen gaat. Dus kinderen verwekken, dat gaat vanzelf, zou ik zo zeggen. Maar het is de opvoeding die een grote opgave is. Alhoewel dat vrouwen ook kunnen afzien bij de geboorte natuurlijk, maar het is vooral de opvoeding die het ergste is. Toen God zei aan Eva, je zult in pijnen en smarten kinderen baren, zeggen de kerkvaders, en opvoeden. God bedoelt daarmee kinderen te wil brengen en ze brengen tot volwassenheid, hè. Want dat hoort erbij. Als je een kind verwekt, dan moet je het begeleiden tot de volwassenheid. Daarom is zeker een van de redenen waarom dat het huwelijk monogaam is. Hè. Dus één man en één polyandrie, ook niet alleen monogaam. Eén vrouw, maar ook één man. Want het kind heeft recht op een vader en een moeder lange tijd tot aan zijn volwassenheid en zelfs na die nog. Dat is een van de redenen. Dus man en vrouw, die zich als echtgenoten voor God, en dus dit wordt dus voor God afgesloten, daarom zegt Jezus ook, wat God gebonden heeft, zal de mens niet ontbinden. Het wordt voor God afgehandeld, dus verbonden. Het is God die de beide verbindt. God en geweten, hè, dus... Je weet dat het zo is, dus je hebt een vrouw en je mocht niet meer, of een man, en je mocht niet meer naar een andere vrouw of man kijken om hem te begeren, als man of vrouw. Dus je mocht niet meer aan iemand anders denken, ook geen vriendschap in die zin ontwikkelen, enzovoort. Jezus zegt, als je met een begeerte naar een man of een vrouw kijkt, als je met een begeerte naar een vrouw kijkt, even het dan over de mannen, heb je al ontucht of overspel gepleegd in uw hart. Wat verschilt tussen ontucht en overspel, dat weet je. Ontucht is tussen ongehuwden en overspel krijg je als er dus ontucht wordt gedaan en er zit één of twee huwelijken, één van beide of twee van beide zijn getrouwd. Dat is nog erger. Dus tot aan de dood is men verbonden. Dus door altijd. Dus dat is de echte liefde, die is uniek, totaal voor altijd. Totaal, dat wil zeggen, er is geen plaats meer voor iemand anders, wat dat betreft, dus de liefde om kinderen te verwekken, met het oog op kinderwerk, tot aan de dood. En genade bekomen, dus het is een sacrament dat dus genade geeft,
Het sacrament is altijd een middel om naar de hemel te gaan. Dus het huwelijk is een middel om naar de hemel te gaan. Veel mensen misbruiken het nu om naar de hel te gaan. Want heel veel mensen zitten in de hel. Niet, enfin, er zijn heiligen die zeggen, iedereen die in de hel zit, praktisch iedereen, heeft zo'n kuisheid bedreven. Dus ofwel zit je in de hel omdat je onkuisheid bedreven hebt, als eerste zonde. Ofwel zeggen ze, als je een andere doodzonde gepleegd hebt, bijvoorbeeld je hebt een diefstal begaan of een moord begaan, of mensen bedrogen of ik weet niet wat, of ergens schennis gepleegd of ik weet niet wat, de een of andere doodzonde gepleegd, dan valt je ook vroeg of laat in de onkuisheid. Dus je ziet dus de meeste mensen... die gebruiken dus die organen die gemaakt zijn voor het huwelijk, dus het is voor het huwelijk bedoeld is, die misbruiken dat en die gaan mee naar de hel. Maar de bedoeling is dat juist het huwelijk het middel is om naar de hemel te gaan. Zoals je ziet, het veroorzaakt een buitengewone liefde tussen twee mensen, die je doet gelijken op God, want God is liefde, hè. Trouwens, het gezin is een beeld van de drievuldigheid. God is één natuur, een goddelijke natuur, en drie personen. In een gezin heb je dus de menselijke natuur. Er komt geen andere natuur tussen dan de menselijke natuur. En je hebt ook fundamenteel een vader, een moeder en een kind. Dus drie personen, of kinderen. Dus maar in ieder geval, kinderen zijn een categorie... onder vader, je hebt dus vader, moeder en een kind of kinderen. Ook een drietal van soorten van functies in het huwelijk. Hè. De vaderfunctie, de moederfunctie en de kindfunctie. En de zoon is het beeld van de vader. Van dezelfde natuur, een andere persoon. Wel, de vrouw is... een andere persoon, maar van dezelfde natuur en gelijkt op de man, want hij is genomen uit de man. Eva komt van de rib van Adam, hè, om zijn gezellin te zijn. Dus dat is een beeld, een gelijkenis met de vader en de zoon. Twee personen, waarvan de ene van de andere komt en die elkaar beminnen. En die liefde tussen elkaar, die doet een derde persoon ontstaan. Hè, de Heilige Geest. Wel in het huwelijk ook, dus liefde tussen man en vrouw, door de derde persoon, derde categorie personen staan, namelijk kinderen. Dus dat is ergens een beeld van de derdevuldigheid. Dus het is allemaal de menselijke natuur, één menselijke natuur, maar met verschillende personen. Maar natuurlijk, dus je hebt ook individuele naturen, hè, in het huwelijk. En dat heb je niet bij God. Bij God heb je maar één individuele natuur. En die persoon, dat is juist het geheim van de derdevuldigheid. Maar het huwelijk is dus echt een instelling van God. Als je tot de drievuldigheid, tot God kunt terugkeren, tot het beeld geraakt in de dingen van God, dan heb je het diepste van die dingen begrepen en dan begrijp je ook dat het tot de natuur en de essentie van de dingen behoort. Dus het kan nooit afgeschaft worden. Het kan nooit veranderd worden. De duivel heeft het geprobeerd kapot te krijgen door alternatieven, dus hippiegemeenschappen en zo, waar iedereen mocht seks hebben met iedereen. Maar dan weet het kind niet meer wie zijn vader is. Dan heeft het kind geen vader meer. En dat is heel erg, want een kind heeft zijn vader nodig. Dus dat is natuurlijk tegennatuurlijk. Dat is natuurlijk. Dat is niet goed. We moeten de natuur respecteren. Om met elkaar christelijk te leven... Dus het huwelijk is een geeft de genade om elkaar te helpen om naar de heilig te worden. Een drievoudig snoer wordt niet vlug verbroken, zegt de Heilige Schrift. Dat wil zeggen twee mensen en God daartussen. En dit is het geval, twee mensen en God is daartussen, want ze hebben voor God het huwelijk gesloten en Gods genade is ertussen. Als ze bidden, dan is het dan is er iets dat op de twee valt. Sint Paulus zegt, de man is geheiligd in de vrouw en de vrouw is geheiligd in de man. Dus als de man het laat afweten en de vrouw is vurig en vroom, dan komen ook veel genade van die vrouw bij die man terecht. En omgekeerd. Dat is het sacrament van het huwelijk.
Als je dat toepast op Maria en Jozef, dan zie je dus de grootheid van Jozef. De grootheid van Jozef. We staan nu voor de maand maart binnenkort. Wel, Jozef is zo groot omdat hij gehuwd was met Maria. En door het huwelijk worden alle goederen met elkaar gedeeld. Ook de geestelijke goederen. Dus de genade die Maria had, heeft ze zoveel mogelijk doorgegeven aan Sint-Jozef. Al wat ze kreeg van God, heeft ze zoveel mogelijk doorgegeven aan Sint-Jozef. Dat hoort zo in een huwelijk. En dat toont de heiligheid van Jozef. Er is niemand die zo'n heiligheid heeft gehad, zo'n relatie met Maria en Jezus nadien. Dus, trouwens, de titel van Jozef is Bruidegom van Maria. Dat is zijn titel. En daardoor is hij ook voedservader van Jezus. Maar het gaat via Maria. Hier onmiddellijk al een vraag. Het huwelijk als sacrament staat als rangorde van de sacramenten net onder het sacrament van priesterschap. Ja, maar dat is gewoon een systematische rangorde. Ja, ik bedoel, wat is het belangrijkste? Ja, als je de belangrijkheid van de sacramenten wilt, dan hebben we natuurlijk het allerheiligste sacrament. Natuurlijk, dat is het allerheiligste sacrament. Ik heb die vraag nooit gehoord, wat is het belangrijkste? Maar ja, het is evident dat het allerheiligste sacrament is. En het is ook zo dat het beter is, zegt Sint Paulus, het is beter niet te huwen. Na de zondeval. Voor de zondeval moest eigenlijk iedereen huwen. God en man schiep hij hen, de mensen. Hij schiep zijn man en vrouw. En Adam en Eva zijn eigenlijk al, of Eva toch, praktisch gehuwd, geschapen geweest. Die had geen keuze eigenlijk, want als zij niet wou trouwen, dan was het gedaan met menselijke geslacht. Dus die moest trouwen. Uit noodzakelijkheid moest die kinderen hebben. Om het menselijke geslacht te zijn. Dus dat is wel, natuurlijk is wel noodzakelijk voor, natuurlijk is noodzakelijk voor het voortbestaan van de mensheid, maar als sacrament, ik weet niet wat er bovenaan staat, het is ook relatief. Als je een doodzonde hebt gedaan na je biecht, is er niks belangrijker dan de biecht. Dat is belangrijker dan de communie, want als je kunt niet de communie gaan. En als je de communie gaat zonder biecht en je hebt een doodzonde gedaan, dan doe je nog een doodzonde bij. Dus het kan ook relatief zijn, de belangrijkheid van de sacramenten. Het noodzakelijkste sacrament is het doopsel. Want zonder doopsel kun je de hemel niet binnengaan. Het bewijs is dus de kinderen in het voorgeboorte van de kinderen, die niet gedoopt zijn, die ook de kans niet hebben gehad om een doopsel van begeerte te hebben, of een doopsel van het bloed. Dus geen enkel van de drie doopsels. Dus dat toont de noodzakelijkheid van het doopsel. Ik zeg het, de biecht is het belangrijkste van al wat bestaat als je een doodzonde bent. Dan is dat het enige wat je nodig hebt. De rest is allemaal bijzaak. Want als je al de rest hebt, maar er staat van genade niet, dan heb je niks op het einde van de rekening. Als je de staat van genade hebt door de biecht en je hebt de rest niks, je bent arm, ik weet niet waar, je hebt niks, je hebt zelfs geen huwelijk of zo, ja, dan kun je nog naar de hemel gaan. Dus je ziet, het is ook relatief. Hè? Het is relatief. Het vormsel is ook een heel nobel sacrament. Want het vormsel is zodanig nobel en edel dat de bisschop moet komen om het toe te dienen, normaal gezien. Het is de afwerking van het bovennatuurlijke leven. Het geeft de volheid. Dus in die zin is het waardiger dan het doopsel. Want door een doopsel wordt gekend en door een doopsel volwassen. Dus een kind is onvolmaakt en een volwassen is volmaakt. Dus het volmaakt is belangrijker dan het onvolmaakte. Dus je kunt zeggen, ja, dus in die zin is het vormsel belangrijker dan het doopsel. Maar langs de andere kant, je kunt geen volwassen worden als je geen kind bent geweest. Behalve Adam en Eva natuurlijk, die zijn volwassen geschapen. Dat is een uitzondering die de regel bevestigt. Dus je ziet, het doopsel blijft het noodzakelijkste sacrament. En ik zou zeggen, na het doopsel, als je een doodzonde gedaan hebt, dus als er een doodzonde is, dan is ook het biecht het noodzakelijkste sacrament geworden voor u. En dan, ik zeg het, de communie is in zich het allerheiligste sacrament, het allernobelste, het allerwaardigste. Hè? En priesterschap is natuurlijk ook een buitengewone waardigheid die doet participeren aan goddelijke macht.
aan goddelijke macht. Namelijk consacreren en zonde vergeven, dat kan alleen God. Dus, en als de priester dat doet, dan is dat hij dat van God gekregen heeft. Dus in die zin is het priesterschap heel waardig natuurlijk. Hè. Daarmee liggen we plat op de grond bij de priesterwijding om te tonen dat we niet waardig zijn om zo'n waardigheid te ontvangen. Dat het door Gods goedheid is dat we het willen wel. Omdat God wil dat we het aanvaarden, dan willen we het wel, maar uit onszelf zouden we niet durven nemen zoiets. Zoals Maria ook, die lag in strijd. Haar nederigheid wou niet dat ze moeder van God werd, maar uit gehoorzaamheid heeft ze het gedaan, want het is Gods wil die telt. Uit gehoorzaamheid heeft ze het gedaan. En dan is er nog het heilige holosol. Dat is natuurlijk ook belangrijk, want dat gaat mede beslissen op dat je zult volharden in de staat van genade. Het geeft de kracht om in staat van genade te blijven en eventueel te genezen als je doodziek bent. Dat kan. Die genade kan gegeven worden. Ik heb die al meegemaakt, dat mensen die doodziek zijn, werkelijk doodziek, dat die genezen. Natuurlijk is het ook belangrijk om te kunnen, als je doodziek bent, is het ook wel belangrijk dat je, dat je genezen wordt, als God dat wil. Ja. Dus, als je zegt, staat het sacrament van het huwelijk onder het priesterschap, ik zou zeggen, in principe wel, hè? Dus, want het priesterschap is waardiger, maar het huwelijk heeft iets noodzakelijks, ja, de priesterschap ook natuurlijk, hè? Zoals het huwelijk noodzakelijk is voor het menselijke geslacht te laten voorbestaan, heeft de priester iets nodig, hè? De priester, de bisschoppen en de pausen zijn nodig om de bovennatuur te laten voorbestaan, om de kerk te laten voorbestaan, ja. Tuurlijk, maar de kerk kan niet bestaan zonder mensen, dus de genade heeft de natuur nodig. Ja, en in die zin kun je zelfs zeggen dat, zoals Sint Paulus zegt, de maagdelijke staat is nu edeler dan het huwelijk. Dus als jij belooft om maagdelijk dus te leven, heeft dat meer verdiensten is dat, dan te huwen. Waarom? Ja, omdat het een penitentie is, tenminste als je normaal bent. Hè. Als je een normale mens bent. De kerkvaders zeggen, in onthouding leven, ganse leven lang, staat gelijk aan een martelaarschap. Ja. Dat is normaal, dus een martelaarschap. Dus je moet de inspanning voor doen, dat gaat niet vanzelf. Dus dat is een voortdurende inspanning. En je moet ervoor bidden, een gebedsleven, en dan gaat dat. Heb je de genade hebt om dus ongehuwd te blijven? Er zijn mensen die de roeping hebben om gehuwd te zijn in de wereld, hè, maar er zijn 4 roepingen voor de mannen en 3 voor de vrouwen. Dus de 3 voor de vrouwen is dus huwen, de meesten doen dat dan. Matrimonium is juist mater, hè. Er zit het woord mater in, matrimonium, matrimony, hè. Dus het huwelijk. Want het huwelijk gaat om de vrouw, het kind gaat verwekt worden in de vrouw. Hè. De vrouw gaat het kind krijgen, dus 9 maanden in haar schoot dragen en op de wereld brengen en voeden en opvoeden. En het huwelijk heeft juist als doel de kinderen in liefde te verwekken en op te voeden. Dus ermee wordt over matrimonium gesproken, dus de meeste vrouwen doen dat, want ze zijn er helemaal op ingesteld. Dan heb je dus natuurlijk klooster, religieuze roeping. Daar moet je een bovennatuurlijke genade voor hebben. En dan heb je ook maagd in de wereld. Dat kan ook een roeping zijn en dat is moeilijker, want je hebt geen steun van de kloostergemeenschap en geen steun van de familie, van je kinderen. Als je oud bent, heb je geen kinderen. Dus, maar als je dus voldoende financiële middelen hebt, en je moet ook zien dat je niet voor jezelf leeft. Want in een klooster leef je voor God en de mensen, natuurlijk. Je bidt voor de mensen en je hebt je regel die de naastliefde inhoudt, dat je dus goede werken doet. En als je trouwt, dan moet je voor je gezin zorgen. Maar als je alleen bent, kun je een ego-tripper zijn, zoals ze dat noemen. Hè. Je kunt voor jezelf gaan leven. Hè. En dat is niet goed. Dus daar moet je op letten. Die laatste roeping, maagd in de wereld, moet je opletten dat je dus niet voor jezelf leeft. Dat je goede werken doet. Dat je zoveel mogelijk je talenten ontwikkelt. Die zinvol zijn en nuttig voor de maatschappij en voor de kerk. Zoveel dat mogelijk is, hè? Dat je niet aansluitend voor jezelf leeft. Trouwens, dat is ook vervelend voor je eigen te leven. Dat geeft geen genoegdoening. Daar krijg je genoeg van. Dat is. Dus de mens is gemaakt voor de anderen.
voor God en de naaste te beminnen. Niet voor, dus voor zichzelf, dat is, we zijn niet gemaakt voor onszelf. Dus God is drie personen, God is gemeenschap. En de mens is geschapen naar het beeld van God, dus de mens is ook essentieel gemeenschap. En God verlaagt dat we God beminnen bovenal en daarnaast als onszelf. Dus we moeten onszelf wel beminnen, akkoord. Hè? Want beminnen als onszelf, dat betekent ook onszelf beminnen. Maar we moeten toch de naaste beminnen. En onszelf beminnen in die zin dat we naar de hemel willen. Dat we dus zorgen dat we gelukkig zijn in de hemel. Dat is die eigenliefde. De christelijke eigenliefde is alles doen om naar de hemel te gaan. Alles doen dat je gelukkig wordt. Dus die mensen die maagd zijn in de wereld, die moeten dan zorgen dat ze genoeg financiële middelen hebben. Want er is niemand die voor hen eigenlijk zal zorgen. Ze hebben geen kinderen, geen kinderen, vooral. En die unouders zullen waarschijnlijk voor hun sterven. Dus als ze oud zijn, hebben ze dus weinig. Dus we moeten zien dat ze dus kunnen rondkomen. Of dat ze genoeg zekerheid, sociale zekerheid hebben enzovoort. En dan niet voor zichzelf leven. En dan is dat een roeping die inderdaad die voorkomt. God roept zoals hij wilt. En dat is heel nuttig voor de kerk. Die kunnen heel nuttig zijn voor de kerk. Vroeger waren de onderwijzeressen allemaal juffrouw. We noemen ze juffrouw, dus ongehuwd. Die waren juffrouw juist omdat ze dan zich beter aan het onderwijs konden geven. Het meeste onderwijzend personeel waren ofwel zusters ofwel juffrouwen. En misschien de meesters ook, de meesters, de mannen die les gaven. Ook verpleegsters, die waren vaak ongehuwd. Dus die noemt men dan zuster. Niet alleen omdat het een kloosterzuster is, maar ook omdat het gewoon een lekenzuster is. Of een leek, of iemand die gewoon ongehuurd blijft om haar beroep beter te kunnen uitoefenen. Want gans een dag werken, je uitsloven, en vooral als je bijvoorbeeld voor de school moet, je thuis nog huiswerk doen. Hè. Dat wil zeggen, dus de lessen voorbereiden enzovoort. Dus dat is heel moeilijk om dat te combineren met met kinderen thuis. Nog erbij. Enzovoort. Ja, dus, en voor de man komt er nog bij, dus een vierde roeping, priesterschap. Ja. En dat priesterschap, dat kan gecombineerd worden met eventueel religieuze staat. Dan noemen we het een pater. Een pater is een priester die ook religieus is. Een religieus die geen priester is, noemt men frater of broeder. En een priester die dus geen religieus is, noemt men dus diocesaan priester. Want die hangt af van een bisdom dan, van een bisschop. In Nederland noemt men dat een wereldheer. Een priester die niet religieus noemt men een wereldheer. In België noemen we dat een diocesaan priester. Zo. En zo, daar situeert zich het huwelijk dus in. Dus voor de mannen is dat een van de vier mogelijkheden. En de meest voorkomende. En voor de vrouwen ook een van de drie mogelijkheden en een van de meest voorkomende. Moet het huwelijk in staat van genade aangegaan worden? Ja, inderdaad. Het is een sacrament van de levenden. Dat betekent in staat van genade zijn. Ah ja, ik heb een vraag nog. Er was nog een vorige vraag. Hoe bereidt zich een goed christen voor tot het sacrament van het huwelijk? De voorbereiding is belangrijk. Heel belangrijk. Want er worden heel veel zonden bedreven met seksuele vermogens. En sinds de zondeval is het verlangen, de drift is geweldig ook uit de handen, is het gewoon niet meer onder controle, bij wijze van spreken. Bij Adam en Eva voor de zondeval was de geslachtsdrift volledig onder controle, 100%. Dus het lichaam was ondergeschikt aan de ziel aan het gezond verstand, het gezond verstand aan het geloof en het geloof aan God. Dus er was een hiërarchie. Wel, omdat de mens in opstand is gekomen tegen God, heeft God als straf wat aan de mens onderworpen was, tegen de mens in opstand laten komen. Dus de dieren, die werden wild, de aarde, die bracht distels en donen voor. Hij moest hard werken in zweetstens aanschijn. En ook in zijn eigen lichaam is er een opstand. De drievoudige beheerlijkheid. En de fantaserende gevoelens, die controleren we niet meer. Tenminste niet rechtstreeks. We moeten die proberen te manipuleren.
gelegenheden tot zonde vluchten enzovoort, veel bidden en dan we kunnen dat wel onder controle krijgen, maar we hebben dat niet onder directe controle van onze vrije wil. Adam en Eva konden willen of niet willen gemeenschap hebben met elkaar. Tenminste het voelen of het niet voelen. Als ze zeggen, nou, het past nu niet om dat te doen, dus dan, ik beslis om daar niets voor te voelen. Ook al waren ze naakt. Adam en Eva waren naakt voor de zondeval, want na de zondeval zagen ze dat ze naakt waren. En toen gingen ze vijgenblaren bij elkaar nemen om zich te bedekken. Dus naakt was geen probleem, omdat die beheerlijkheid er niet was. Die was volledig onder controle. Dat is gelijk als je een dier ziet, die zijn ook naakt. Dat doet toch niks. Dus, de sector die ook is geschandaliseerd dat een dier naakt is. Dus dat hebben de mensen ook zo, eigenlijk. En dus dat is dan veranderd met de zondeval. Dus het is een reglementering. Dus hoe dat men met elkaar moet omgaan. Hè? Dus de geslachtsgemeenschap moet gebeuren op een natuurlijke wijze. En niet op een kunstmatige wijze. Bijvoorbeeld alle voorboedsmiddelen zijn verboden. En op straffe van doodzonde. Want het probleem is, dat hebt u gezien bij de zonde van kuisheid. Bij het 6 en 9 gebod. De zonde tegen de kuisheid. Dat alle zonden tegen de kuisheid zijn doodzonden. Alles. Ook gedachten en gevoelens. Op voorwaarde dat ze met volle kennis zijn en met volle toestemming natuurlijk. Hè? Als ze geen volle kennis en toestemming is het geen doodzonde. Maar als ze volle kennis en volle toestemming is, dan is alle zonde, wat betreft de 96e gebod, doodzonde. Dus je ziet, het is delicaat. En daar gaat juist het huwelijk over. Hè? Dus dat is een contact waardoor je recht hebt op elkaars lichaam. De seksuele daad, dus de huwelijksdaad, is natuurlijk goed. En heilig in het huwelijk, dat is een deelname aan Gods schepping. Hè? Collaboratie aan Gods schepping. Deelname aan Gods schepping. Dus wat heilig is in het huwelijk, is een doodzonde buiten het huwelijk. Hè? Maar ook in het huwelijk moet men dat fatsoenlijk doen. Dus niet geen voorboodsmiddelen gebruiken. Hè? Dat heet dan onanisme. Hè? Dat komt van Onan. Onan is een personage uit het Oude Testament. Zit ergens in Genesis. Die had gemeenschap met zijn vrouw, maar hij deed dat niet op een fatsoenlijke wijze. Dus de tekst zegt, hij stortte het zaad uit op de grond. Dus dat is onanisme. En God strafte hem met de dood. Dus die man is gestraft geworden met de dood door dat te doen, dus door onanisme te plegen. Door de geslachtsdaad niet te doen zoals het hoort. Hè. En als er in het Oude Testament iemand gestraft wordt met de dood, dat betekent dat in het Nieuwe Testament dat een doodzonde is, letterlijk. Het is een doodzonde die de dood verdient. Hè. Doodzonde. Onanisme of masturbatie is dus doodzonde. Hè. Dus je kunt dat masturbatie ook met z'n twee doen, spijtig genoeg. In dat geval was het wel het plezier hebben, maar niet eigenlijk voor kinderen te krijgen. Dat is eigenlijk heel de kwestie. En dat is dus verboden. Dus het moet op een fatsoenlijke manier gebeuren. Het enige wat wordt toegestaan is, maar dan moet je goede redenen hebben, bijvoorbeeld de gezondheid van de vrouw. Financiële redenen, maar ja, je moet daar niet meer overdrijven, want Jezus zegt, zoek het koninkrijk Gods en de rest zal u gegeven worden. Je moet op de mensen moeten leren rekenen op de voorzienigheid. Ja? Dus als ze nog een kind bij krijgen en ze hebben het al een beetje krap, wel, de voorzienigheid zal ervoor zorgen dat er iets komt. Ja? In het er zijn spreekwoorden in het Nederlands, hè, zal men honger lijden om een mondje meer. Hè? Dus niet eigenlijk. Hè? Dus het huwelijk moet goed voorbereid worden, opdat men zou weten waar men voor staat en het fatsoenlijk doet. Dat het geen een bron wordt van doodzonde. Dus dat men, bijvoorbeeld, nog een reden waarom dat ze goed moeten voorbereid worden, dat is, als
Er zijn anders redenen voor of oorzaken van ongeldigheid van het huwelijk. Bijvoorbeeld als de verloofden beslissen maar een bepaald aantal kinderen te hebben, dus wij willen er maar twee, wij willen maar twee kinderen, bijvoorbeeld, wel, dan is het huwelijk ongeldig. Als ze besluiten om geen kinderen te willen, of maar een bepaald aantal, en ze besluiten dat voor het huwelijk, en dat is een echte vaste wil, dat zonder twijfel, dan is het huwelijk ongeldig. Want dat gaat tegen het doel van het huwelijk. Namelijk kinderen in onderlinge vriendschap en liefde, kinderen krijgen en op de voet, zoals God het wil. Zoals God het wil. We mogen, en voor ons is dat geen probleem, want er zijn al katholieken te weinig, dus als we een paar kinderen, als we een aantal kinderen, grootstrijke gezinnen krijgen, is dat helemaal geen probleem. Ja, maar de wereld is overbevolkt. Hola, de wereld is helemaal niet overbevolkt. Als ze het geld van de bewapeningswetloop van Rusland en Amerika sparen op 1 jaar tijd, kunnen ze de ganse Sahara vruchtbaar maken. En het is plaats genoeg, als ze maar willen, overal. Ten tweede, natuurlijk, als de mensen maar blijven vermenigvuldigen, is op een gegeven moment wel een serieuze bevolking op de wereld. Wel, dat is geen probleem voor ons, want wij weten dat God dan zal ingrijpen. Want ik heb u juist gezegd in het begin, deze wereld houdt op als het getal van de uitverkorenen bereikt is. Dus totaal geen probleem. Voor ons is overbevolking geen probleem. Als er veel bevolking komt, dat betekent dat het einde van de wereld vlugger nadert. Tenminste, als ze christelijk zijn. Nu zijn er 7 miljard op de wereld, maar er zijn er weinig die christelijk zijn. Ik weet het niet. Ik zal ze niet oordelen. Er zijn hopelijk een aantal die het doopsel van begeerd hebben. Maar zijn wij die echt katholiek zijn, zoals het moet? Weinig. Heel weinig. Dat is een heel klein getal. Maar dat betekent niet dat er maar een klein getal naar de hemel gaat. Hè? Want God, God doet wat hij wil. God, wij doen niet wat we willen, maar God doet wat hij wil. En het is hij die de mensen oordeelt en veroordeelt. En de mensen, hij beslist waar ieder naartoe gaat. En het kan zijn, ik hoop het, ik zeg het, dat sommige mensen die dus niet katholiek zijn, toch ergens het oosten van begeerten hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ook al zijn er 7 miljard of bijna 8 miljard nu, hè, dus de kabal, hè, de kabal die wil 7 miljard mensen dood, en die willen maar een 0,5 miljard overhouden. En omdat ze dus vrezen dat te veel mensen de aarde gaan vervuilen en al die voorraden gaan uitputten, de mineralen, alle energiebronnen en zo, en materiaal die ze nodig hebben om een beschaving op te bouwen, te veel zullen uitputten, te vroeg zullen uitgeput geraken, en willen ze dus veel minder mensen. En ze maken zich zorgen over de overbevolking, maar dat is helemaal geen probleem. Totaal niks. Er zit met al niks met, daar hebben we niks mee te zien. Hoe meer mensen er komen, hoe vlugger het einde nadert. Zo is het. Want hoe meer mensen normaal gezien er ook dan in staat van genade, hoop ik, sterven. Hè? Toch wel. In ieder geval, deze crisis in de kerk zal niet lang duren, want dat kan niet eeuwig blijven duren, want de kerk is er nodig om de mensen naar de hemel te brengen, dus God zal wel ingrijpen en maar we zitten nu wel in de diepte van, in de echte diepte van de put. Hè. We kunnen bijna niet meer dieper in de put zitten dan nu. En we zijn nooit zo diep gezeten in de ganse geschiedenis van de mensheid. De goede boodschap is, zoals ik u vorige keer gezegd heb, dat ook het goed dat er ooit voorkomt, het grootste zal zijn dat er ooit in de geschiedenis van de mensheid zal geweest zijn. Want God laat een kwaad toe alleen maar met het oog op een groter goed dat hij dan ook realiseert. Dus zo is dat. Dus goed voorbereid op het huwelijk. Hè. Dat noemen ze ook het kanonische onderzoek, dat de pastoor. Hè. Want normaal huurt je voor de pastoor van de parochie van de bruid. Hè. Want er moeten ook de huwelijksafkondigingen moeten dus 3 keer afgekondigd worden. Hè. 3 keer moeten er afgekondigd worden. Om te weten te komen dat er geen huwelijksblijdselen zijn.
En dat moet vooral in de parochie, dus van, ook in de parochie van de man, maar ook van de vrouw, moet dat zijn. Hè? Om te weten dat er geen vroeger huwelijk is geweest dat nog niet ontbonden is. Eventueel. Want als er bijvoorbeeld, zelfs als er een bekering is, als er een bekering is en een van de beiden bijvoorbeeld is bekeerd, ik heb het geval voor gehad, die was eerst getrouwd, die waren getrouwd in het heidendom. Die bekeert zich en dan willen ze trouwen met een katholiek. Ja, maar je zei, dus het natuurlijke huwelijk is ook geldig, hè? Je bent gehuwd geweest toen je nog boeddhist was, bijvoorbeeld. Ja, wel, als je gehuwd hebt volgens de ceremonie, zoals alle boeddhisten normaal huwen, is dat geldig. Dat is een natuurlijk huwelijk. En dat is ook onontbindbaar. Ja, elk huwelijk is onontbindbaar. Elk huwelijk is monogaam, moet monogaam zijn. Dus alle regels van kuisheid enzovoort gelden voor alle huwelijken, ook voor het natuurlijke huwelijk. Hè? Dat begrijp je wel. Dus, er zijn natuurlijk uitzonderingen geweest in het Oude Testament. God heeft aan toegestaan dat er meerdere vrouwen zijn, maar dat is een uitzondering bevestigde regel. En dat is om bepaalde reden, dat was om de moorden tegen te gaan. Dat is omdat de Joden veel te vlug, of de Israëlieten veel te vlug een vrouw vermoorden, als ze niet goed mee overeenkwamen, om met een ander te kunnen trouwen. Ja, dan zei God, als je ze dan toch vermoordt, is beter dat je ze wegstuurt, hè, dan ze te vermoorden. Dus in die zin, Jezus zegt dat omwille van de hardheid van uw hart, heeft hij dat toegestaan. Omdat je zelf in staat bent van uw vrouw te vermoorden. Dus maar normaal is er maar één vrouw. Jezus zegt, in het begin was het zo, één vrouw, één man. Man en vrouw, in het enkelvoud, schiep hij hen. Schiep hij man en vrouw. En een vrouw verlaat haar ouders om zich aan een man aan te bij te sluiten. En een man verlaat zijn ouders om zich bij een vrouw te gaan leven. Natuurlijk, dus één vrouw. Hè. Dus dat moet allemaal goed voorbereid worden, allemaal goed uitgelegd worden. Dus de priesters moeten mensen goed voorbereiden. Hoe dat je natuurlijk beleeft ook, met elkaar, dat het een sacrament is, dat je echt heiliger wordt met elkaar. Hoe kunt je elkaar heiligen? Hoe kunt je elkaar naar boven helpen, is vaak van naar beneden. Hè? Het spreekwoord zegt, een vrouw geeft een man vleugels of klauwen. Ja, maar dat geldt ook voor de man tegenover de vrouw. Want het is een heel intieme gemeenschap, niet alleen van de lichaam, maar van de zielen. Dus als je met elkaar trouwt, is je ziel echt verenigd, hè? Door God zelf. Ja? Dus je zit een heel nauwe vereniging. Dus, ja. Hildegarde zegt, je bent één wezen met twee lichamen. Een huwelijk. Ze durft dat één wezen noemen met één. Dus moreel wezen natuurlijk. Moreel één, niet fysisch natuurlijk. Het blijft natuurlijk twee mensen, maar de eenheid is door de liefde verenigd. Liefde verenigd. Dus dat moet allemaal uitgelegd worden. Dus bereid zich voor door het sacrament van het huwelijk, door een deugdzaam en kuis leven. Ja. Dus het samenwonen voor het huwelijk is ondenkbaar. Dat is niet kuis leven voor het huwelijk. Je moet kuis leven voor het huwelijk. Dus je mag niet samenleven voor het huwelijk. Samenwonen niet, onder één dak. Als man en vrouw onder één dak wonen en de nacht doorbrengen onder één dak, dan worden ze verondersteld van seks te hebben. Tenminste, als ze normaal zijn. Dan mag iedereen dat veronderstellen. Dat is normaal. Dat is... Terwijl we samenwonen in Nederland betekent seks hebben. Ik woon samen met die, dat wil zeggen, ik heb er seks mee. Dat is natuurlijk, dat is normaal. Als je dag en nacht samen woont met elkaar, man en vrouw, dan is het normaal dat er vroeg of laat wel iets komt. Hè? Vooral als er liefde is tussen beiden. In Vlaams zeggen ze, het is goed te vrijen onder één dak. Ja. Natuurlijk als je getrouwd bent. Er zijn de mensen, ja maar we hebben geen seks. Ja. Uiteindelijk is dan wel uitgekomen dat ze wel seks hadden en zo. Ik heb al van alles meegemaakt. En ten tweede is er nog een andere zaak. Dus je mocht, zelfs als er geen seks zou zijn, hè, waarom leef je dan onder hetzelfde dak? Waarom is dat nodig? Blijf bij je ouders, hè, totdat ze getrouwd zijn of zoekt een oplossing. Ik weet niet wat.
een kamer ergens huren of zo, totdat ze getrouwd zijn. Maar brengt de nacht niet met elkaar door. Dat is verboden. Want je brengt je eigen in de gelegenheid van doodzonde. De nacht doorbrengen in hetzelfde huis is een naaste gelegenheid tot doodzonde. Ja, maar je vliegt in aparte kamers, maakt niks uit. Het is hetzelfde dak. Tenminste, als je alleen bent. Als er natuurlijk nog andere mensen bij zijn, zoals in een hotel, dat is wat anders. Maar als je alleen bent, één man, één vrouw, alleen in een huis, s'nachts, ook al in aparte kamers, je hebt nog een gemeenschappelijk toilet, je hebt nog een gemeenschappelijke badkamer. Dat is niet toegestaan door de kerk. Dat is al een doodzonde, want u zonder reden. Natuurlijk, als het oorlog is en je moet gaan schuilen ergens voor een atoomaanval, een bombardement bedoel ik, een atoomval, dat is, daar kun je praktisch niet voor gaan schuilen. Hè. Voor een bombardement, ik zeg maar een voorbeeld dat het vroeger was, ja, je komt in een schuilkelder terecht en je zit er met een vrouw, ja, dan is het zo. Hè. De uitzondering bevestigt de regel, dus, maar zonder reden, dus de nacht doorbrengen onder hetzelfde dak, dat is uzelf vrijwillig stellen onder een naaste gelegenheid tot zonde. En dat is al doodzonde. U zonder reden stellen in de naaste gelegenheid tot doodzonde, is doodzonde. Bovendien wekt, dus je zegt, ja maar we hebben geen seks. Ja maar je brengt uw eigen in de gelegenheid, dat is al een doodzonde. Ten tweede, je wekt wel de indruk voor de buren dat je seks hebt. En iedereen kan weten of je getrouwd of niet getrouwd bent, want een huwelijk is een publieke zaak. Een huwelijk wordt afgekondigd, wordt geafficheerd, dat kun je nagaan in welke stand. Een huwelijk is een kwestie van de maatschappij. Want een huwelijk is ook voor de maatschappij. Je kunt dan kinderen verwekken voor de maatschappij. Het huwelijk is niet alleen een individuele zaak, maar ook een maatschappelijke kwestie. Dus iedereen moet kunnen weten of, en kan weten of je getrouwd bent. Dat staat in de registers, dat staat opgetekend. De mensen hebben recht om dat te weten of iemand getrouwd of niet getrouwd is. Bijvoorbeeld, een vrouw moet kunnen weten of een man getrouwd of niet getrouwd is, want anders zou hij eventueel hem kunnen hebben als een huwelijkskandidaat. En dan zeggen ze, ja, maar die is niet vrij. Daarom wordt er ook een trouwring gedraagd om te zeggen, ik ben niet vrij. Huh? Ik ben niet vrij. Dus dat is allemaal, dat moet maatschappelijk geregeld worden. Dus als jij meteen onder één dak verdwijnt, s'nachts, dus die vrouw komt niet naar buiten, of die man komt niet naar buiten, s'avonds, en de buren die zien alles. Hè. Je moet er niet denken dat je ongemerkt bent. Vroeg of laat, die weten alles, dus alles komt uit, zegt de Heilige Schrift. Wel, dan mogen die veronderstellen zonder dat je seks hebt, als je de nacht doorbrengt. Dat is omdat het de natuur van zaken, de gang van zaken is. Dat er normaal van komt, hè? Dat komt er normaal van. Trouwens, God geeft ook de genade niet meer om daar weerstand tegen te bieden, als je zelf de gelegenheden opzoekt, want dat is God uitdagen. Als je zelf, dat hebben we juist gezien met de evangelie, de duivel zegt, gooi u van een tempel en de engelen zullen u dragen. Dus veroorzaakt het gevaar en God zal u wel helpen. Nee, als het gevaar veroorzaakt, helpt God u niet meer. Dus je hebt de genade ook niet meer om weerstand te bieden. Als je de gelegenheid van doodzonde zelf organiseert. Dus dat zijn twee redenen, of drie redenen, dat je dus dat dan niet mag. Dus ik dring erop aan, omdat het nu een algemene kwaal geworden is, dat mensen al samenwonen voor het huwelijk, jongeren voor het huwelijk. En dat zelfs gebeurt en dat zelfs priesters bijvoorbeeld van de broederschap daar niet veel meer van zeggen. Ik heb het meegemaakt. Dat de priesters gewoon laten begaan. Ja, ja. Maar een priester die laat begaan, die deelt in die doodzonde. Want dat is zo. Het is een principe. Als jij autoriteit hebt en jij ziet dat er een wanorde gebeurt en je grijpt niet in, zijde jij ook verantwoordelijk voor die wanorde. Voilà. Dus die mensen, die priesters doen ook doodzonde. Dus zo erg is dat. Dus een priester moet ingrijpen, dus of anders is hij daar ook is hij ja, medeplichtig. Ja. Hier is ondertussen al een vraag gekomen. Zijn dan al die huwelijken tegenwoordig nog geld die op een voorhand het aantal kinderen bepalen? Ja,
die zijn ongeldig. Absoluut zeker. In de conciliaire kettense kerk, of secte zou ik zeggen, want het is maar één kerk, toont de priester of de voorganger of de voorgangster, zelfs in sommige parochies, een heel assortiment anticonceptiva. Ja, dat is natuurlijk de doodzonde aanbevelen. Hè? Ja. Zijn dan praktisch alle huwelijken ongeldig buiten het echtelijk liggen? Ik weet het niet. Dat men anticonceptiva gebruikt, dat maakt het huwelijk niet ongeldig. Tenminste, als men niet uitstaat om kinderen te krijgen, dan toch af en toe. Ja, dus... het moet dus, om het huwelijk ongeldig te maken, moet men een besliste wil hebben om geen kind te krijgen, of dat bepaald aantal en niks meer. Ja. Is een huwelijk dat op voorhand, voor het huwelijk, dat er al beslist is dat men kan scheiden, zoals bij protestanten, is dat dan ook ongeldig? Ah ja, dat is een goede vraag. Een huwelijk waarbij men beslist dat men al kan scheiden, is dat ook ongeldig? Ja. Want dat gaat tegen de essentiële, een essentieel element van het huwelijk. Namelijk één man met één vrouw. Want als je kunt scheiden, dan is dat polygamie of polyandrie. Polyandrie wil zeggen verschillende mannen voor een vrouw. Polygamie, verschillende vrouwen voor een vrouw. Maar dat is, je hebt dus simultane polygamie. Bijvoorbeeld de islamieten, die hebben verschillende vrouwen tegelijkertijd. Maar je hebt ook tegenwoordig de moderne mens, de Vlaming, de Belg, die heeft successieve polygamie. Dat betekent, hij trouwt, hij scheidt, pakt een ander, pakt een ander. Dus dat is successieve polygamie. Je kunt ook verschillende zeggen, ja, ik verander van vrouw. Dat is ook polygamie, maar dan successief. Polygamie is verboden, hè? Ja. In welke zin kunnen protestantse huwelijken of orthodoxe huwelijken dan helden zijn, natuurlijk vlak? Je hebt het probleem ook bij de Oosterse secte. Ja. De Oosterse Cismatieken die laten ook de scheiding toe, ene keer. Ja, dat maakt het problematisch. Daar moet de kerk over beslissen, want in zich is het zo dat als je iets doet tegen de essentie van het huwelijk, is het ongeldig. Maar aan de andere kant ziet je al in het verleden dat God dispensaties gegeven heeft voor... aan de Israëlieten heeft hij dispensaties gegeven om hun vrouw weg te... Ze mochten hun vrouw wegsturen, om de reden die ik u gegeven heb. Je ziet dat Abraham twee vrouwen heeft gehad... Jacob de vier vrouwen, hè? Enzovoort. Dus dat is in het Oude Testament zo geweest. En God heeft dat toegestaan. Hè? Polygamie heeft God niet bedoeld. Want Jezus zegt, God wou één man één vrouw, Jezus zegt dat. Maar dat is dan toegestaan geweest, omwille van... die reden die ik u gegeven heb, dat de polygamie wordt soms toegestaan door God. Het Oude Testament is dat toegestaan geweest. Dat werd dus van Jacob en Abraham niet als zonde gerekend, dat ze verschillende vrouwen hadden. David had ook verschillende vrouwen. Salomon die heeft overdreven, die had 1000 vrouwen. Die had 300 vrouwen en 600 bijvrouwen. Dus die is ook ten onder gegaan aan de vrouwen. Hè. Dus die is... Volgens Sint-Augustine is in doodzonde gestorven, want die vrouwen namen mij dan uit verschillende volkeren. En dan die vrouwen die namen dan hun afgodendienst mee. En uiteindelijk heeft Salomon daaraan toegegeven aan die afgodendienst. En er is in doodzonde gestorven. En volgens Sint-Augustine is hij dus verdoemd. Salomon, die verschillende boeken van de Bijbel geschreven heeft. Dus deze Ecclesiasticus, het boek van de spreuken, het boek van de wijsheid, dat komt dan van Salomon. En die heeft een tempel gebouwd. Prachtig. Hij was de wijste man van zijn tijd, maar heeft zich laten verbinden door die vrouwen. Hè. En uiteindelijk heeft hij zich laten verleiden om toe te geven aan afgodendienst. En dat is zijn dood geworden.
Maar polygamie wordt door God in het Oude Testament getolereerd, maar polyandrie nooit. Want dat is erger. Want als een man verschillende vrouwen heeft, heeft het kind nog steeds een vader en een moeder. Maar als er polyandrie is, een vrouw heeft verschillende mannen, heeft een kind wel een moeder, maar hij weet niet wie de vader is. Heeft dus geen vader. En een kind heeft absoluut een vader en een moeder nodig om goed te, normaal te, goed te functioneren. Dus polyandrie is absoluut verboden. Polygamie is verboden, maar wordt soms toegestaan als het een of andere zwakheid is of reden dat God dat toestaat. Ja. In het Oude Testament is dat toegestaan. Er was ook minder genade, hè? Minder sterke genade. Nu is genade veel sterker geworden, dus met Jezus. Ja, en dan heb je het probleem dus met die Oosterse schismatieken. Ja. U kunt zeggen, het is niet, in zich is het niet geldig, want je zegt ook voortal, ja, ik neem je wel, maar als je niet goed bent, pak een ander. Ja. Dus dat is niet, dat is tegen het huwelijk. Eén man, één vrouw. Ja. Dat klopt. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar is dat niet zo dat die eigenlijk zitten, ja, niet eigenlijk, ja, zitten die niet in de toestand van het Oude Testament, namelijk die hebben de genade niet. Die hebben de genade niet door de schisma, hebben ze wel de geldige sacramenten, maar die hebben de genade niet. Ja, gedeeltelijk wel. Als ze van goede wil zijn en ze zijn onwetend over de schisma, dan hebben ze wel de genade. Dus het is een heel gecompliceerde zaak. Ik zou zeggen, in principe niet. In principe is dat niet geldig. Dat klopt, ja. In principe niet. In principe niet. Het kan zijn dat de kerk daarover anders... Ik heb het nog niet onderzocht, ik kan het onderzoeken. Maar het gaat toch tegen iets essentieels van het huwelijk in, ja. En dat is zeer, zeer bedenkelijk. En nog een andere vraag hier. Die vraag hebben we nog niet gehad, hè. Het is de eerste keer, dat is interessant, ja. Zijn dan al die huwelijken... Ah ja, dat heb ik al gelezen. Oké. De reden dat koning Hendrik de 8e zijn eigen kerk stichtte... of secte, de Anglicaanse secte, was dat hij van zijn vrouw wilde scheiden, of van zijn vrouwen, omdat ze hem geen kinderen gaven. Maar hij had niet begrepen dat het probleem bij hem lag. Dus daarom heeft hij ook 8 vrouwen gehad. Hè? Het probleem lag bij hem. 6. Hoeveel? 6. Ah ja, hier staat 8. Ah nee, het is eindelijk de 8e, pardon. Excuseer, eindelijk de 8e heeft de 6. Ja. Ik zei dat, ja, goed. Was dat hij van zijn vrouw wilde scheiden, maar de... Even kijken. Maar de... Toenmalige paus gaf daar natuurlijk... De paus kan daar geen dispensatie voor geven. Hij kan dat niet. Heeft die macht niet. Want Jezus zegt, wat God heeft gebonden, zal de mens niet scheiden. Ook de paus niet. De paus is een mens. De paus kan geen scheiding uitspreken. De kerk kan wel zien of het een ongeldigheid is van het huwelijk. Het huwelijk ongeldig was. En dan zeggen, er is nooit een huwelijk geweest. Dat is een ongeldig verklaring. Maar ik kan nooit scheiding uitspreken. Dat bestaat niet. Dat is ongeldig. Als een paus... Niemand kan een scheiding uitspreken. Bestaat niet. Hij is toch gescheiden van zijn eerste vrouw en met een andere vrouw. Ja. Hij is niet gescheiden. Dus als hij gescheiden is, dat telt niet voor God. Dat telt niet. Hij is getrouwd met zijn eerste vrouw waar hij geldig mee getrouwd is. En dat is met de enige tot aan haar dood. Maar heeft hij ook omgebracht, eigenlijk. Zijn de vrouw gestorven. Hè? Hij heeft ze omgebracht om die moeilijkheid te ontwijken. Hè? Tuurlijk. Ja, het is verschrikkelijk. Die man was bezeten door de gedachte om een nakomelingschap te hebben. En hij zelf was, het lag aan hem zelf. Dat hij geen kinderen kon, dat zijn vrouw geen kinderen konden krijgen. Ja, hij was verschillende vermoord. Ja, hij was ook een polygamist, inderdaad. Ja. Dat heeft een verschrikkelijke gevolgen gehad. Dan is Engeland, gans Engeland is dan in de ketterij vervallen. En de ganse British Empire is dus ook in het Anglicanisme vervallen. Had hij katholiek gebleven, had de Engelse Empire, British Empire... katholiek geweest, zoals het Spaanse empire. Het Spaanse empire is altijd katholiek gebleven. Dus daarom is gans Midden- en Zuid-Amerika is katholiek. De meeste katholieken zitten in Midden- en Zuid-Amerika. Dat komt doordat Spanje katholiek was.
Was Engeland katholiek gebleven, dan waren al die landen, Australië, Canada, in Azië en zo, die waren allemaal voor een groot deel katholiek geweest. Hè. Dus dat heeft heel grote gevolgen, zoiets. Dus men moet, het is een belangrijke zaak en men moet dat goed voorbereiden. Door een zorgzaam en kuis leven, dat kuis leven is heel belangrijk, hè, dat wordt allemaal over het hoofd gezien. Hè, dus je mocht niet, als jij bijvoorbeeld de eerste de maanden, enkele maanden voor je huwelijk niet apart leeft, mocht normaal de priester natuurlijk niet inzegenen. Normaal niet inzegenen. Dus je moet een aantal maanden tenminste voor je huwelijk dus niet samenwonen. Kuis leven. Trouwens, ze zeggen zo de verloving, zo het huwelijk. Zo de seminarist, zo de priester. Dat is een algemeen principe. Zo de verloving, zo het huwelijk. Wel, als je onder uw verloving niet eens kuis kunt zijn met uw verloofde, waar je geen seks mocht mee hebben, hoe zult je dan in uw huwelijk kuis zijn door geen seks te hebben met andere vrouwen, als je toch daar geen controle of als je niet kuis bent. Als je dat niet kunt opbrengen in je verloving, zult je toch niet kunnen opbrengen in je huwelijk. Als je dan absoluut seks wilt en een vrouw kan bijvoorbeeld niet, dan gaat je naar een andere vrouw dan of wat. Hè? Weet je? Mag een bisschop en een vrouw die belofte van kuis heeft afgelegd, samenwonen onder één dak? Ah, ja. Ah ja, samen, nee, dat wordt normaal niet. Maar een bisschop en een vrouw die kuisheid heeft, een belofte van kuisheid heeft afgelegd. Een non dus bijvoorbeeld. Onze lieve vrouw en de heilige Johannes. Ah, ja, maar dat was natuurlijk. Dat was wel een bijzonder geval. Hè? Onze lieve vrouw werd helemaal, die had geen begeerlijkheid. Ja. Dat was niet. Ja. Was een En zij noodzaak. was ook een oudere, ze was ook een oudere vrouw, ja. Was omwille van de noodzaak omdat ze geen niemand had voor de Ja, onderhoud voor zijn ja. werk, denk ik. Ja. Ja. Ah ja, dat is een goed voorbeeld, Johannes en Maria. Maar dat is werkelijk inderdaad heel uitzonderlijk, hè. Maria had geen begeerlijkheid, hè. Niks. Die had de eigenzonde niet. Dat is ook een heilige vrouw die nooit gezond heeft, maar ja, je kunt zeggen, de mensen wisten dat niet. Hè? Ja. Mensen wisten dat niet. Of waar ze leefden. Ja, in Efeze, ze leefden in Efeze nadien. Ja, in Efeze was er toch een christelijke gemeenschap. Ja. Ja, een christelijke gemeenschap. Ik weet niet of ze daar alleen woonden. Hè? Ze zal zeker niet alleen gewoond hebben. Dat zeker daar andere mensen in huis geweest zijn. En als je met verschillende zijn, mag het wel, hè? Want dan controleer je elkaar, zo gezegd. Het is alleen dat je niet met één persoon, met één persoon mag leven. Maar je hebt zeker iemand gehad die voor haar zorgt, die een meid of een toegewijde vrouw die voor haar zorgde. Dat ze niet alles alleen moest doen. Voor Johannes. Ja. Ik denk dat is zo, in die zin dat mag het dan wel, hè. Als er dan verschillende mensen en die vertrekken zijn dan apart. Hè. Bijvoorbeeld in de katholieke kerk ook een priorij. Een priorij is een heterogene kloostergemeenschap. Dus in een broederschap Pius IX heb je dat en in een missiecongregatie is, je hebt dus priesters, broeders hè, en dan nonnen. En die werken allemaal aan hetzelfde missiewerk. Hè. De priesters doen het geestelijk werk, de broeders doen het mannelijke materiële werk en de zusters doen het vrouwenwerk. Wel, maar die moeten wel in aparte gebouwen zitten. Hè. Dat moet wel duidelijk zijn dat er een scheiding is. Jawel. Die leven wel in een gemeenschap, maar er is een scheiding in de gebouwen. Zo wordt dat opgelost. En als ze bijvoorbeeld in de conciles hebben vanaf het begin gezegd dat een priester geen vrouw mag in huis hebben. Dus het is normaal moet dat zijn moeder zijn, of zijn zuster, of zijn tante die hem helpt. Als dat er niet is, mag er iemand komen helpen die dan de kanonieke leeftijd heeft. Dat wil zeggen, boven de 40 jaar is. En die mag zeker de nacht niet doorbrengen.
Dus ik heb dat meegemaakt in de broederschap. Ik kwam in een priorij terecht en ik was, en dat was een vrouw. En de huishoudster die had dus gewoon, die sliep gewoon op dit, dus in de priorij. Niet in een apart gebouw. Toen ik overste werd, heb ik dat onmiddellijk veranderd. Ik heb onmiddellijk het huis aan de overkant afgehuurd en ik heb ze daar gezet en ga maar daar zitten. Dat was niet in orde. Ja. Mag ja. In de priorij dan aan één tafel gegeten worden door vrouwen en... Ja, dat moet ook gebeden worden. Ja. Ja. Ook niet aan dezelfde tafel, normaal gezien. Ja. Trouwens, die vrouwen zijn aan leken. En wij hebben dan onze geestelijke lezing om aan tafel en die leken wil dan praten en zo. Dus normaal wordt dat ook niet... Normaal ontvangt men vrouwen aan tafel uitzonderlijk. Bijvoorbeeld bij... Als een priester een eerste mis komt opdragen, mogen die ouders natuurlijk aan tafel, de vader en moeder. Hè? Ja. En als we, maar normaal wordt dat vermeden om met de huishoudster aan tafel te zitten. Hè? Dus dat wordt niet gedaan. Ja. In de priorij heb ik ook voor gezorgd, inderdaad, dat de huishoudster apart at. Dus ja, inderdaad. Ja. En als er dus verschillende zusters zijn, ja, dan hebben die hun refter. En die hebben hun lectuur. Want onder het eten moet er dus voor religieuze ook geestelijke lecturen voor gelezen worden. Dat men niet alleen voor zijn lichaam zorgt, maar ook voor zijn ziel onder het eten. Dus men moet het huwelijk voorbereiden door een deugdzaam en een kuis leven. Dus daar is al heel wat over te zeggen, ziet je. Want de duivel probeert de mensen te doen zondigen met elkaar voor het huwelijk. En als ze getrouwd zijn... Dan probeert hij dat ze het niet doen, de huwelijksdaad, om te vermijden dat de kinderen komen en zo. En dan probeert hij ze te verleiden met een andere vrouw, een andere man te lopen. Dus als een vrouw dus weigert de geslachtsdaad, de huwelijksdaad te stellen in het huwelijk, kan ze dus een normale doodzonde. Als ze zonder reden weigert. Want ze heeft een belofte gedaan. Het huwelijk is een contract waardoor de recht op je lichaam afstaat aan elkaar. Sint Paulus zegt het. De man krijgt het recht op de vrouw van het lichaam en de vrouw krijgt het recht op het lichaam van de man. Dat is het contract. Dus in liefde, met het oog op voortplanting en de opvoeding van de kinderen, om mensen in de hemel te krijgen, om heiligen te maken. Dus waardige mensen, nuttige mensen voor maatschappij en kerk, voor de hemel. Dat is de bedoeling van het huwelijk. De bedoeling van het huwelijk is kinderen... opvoeden tot de hemel. Tot natuurlijk dat ze ook op de aarde kunnen hun man staan en het aardsgeluk kunnen hebben, maar ook vooral het hemelsgeluk. Allebei. Allebei. Dus we moeten zorgen voor lichaam en ziel. Allebei. Door gebed en door een goede biecht. Ja, gebed. Hè? Ja. Trouwens, bidden zullen ze moeten voortblijven doen als gehuurden. Het spreekwoord zegt... Wie samen bidden, blijven te samen. Samen bidden, blijven te samen. En als ze niet meer bidden, nou, er zijn heel veel echtscheidingen tegenwoordig. Ja, wilt je, er zijn trouwens een hele hoop mensen die gewoon niet meer trouwen met elkaar. Ja. Dus dat is... laat staan dat ze dan... Ja, zich daar zo wat moet. En door een goede biecht, ja. Omdat het huwelijk dus een sacrament des levens is... des levenden, of van de levenden, moet het vooraf gegaan worden door een goede biecht. Maar natuurlijk, wat wordt er van de katholieken verwacht om een geldig huwelijk aan te gaan? Ten eerste dat er geen beletsel in huwelijk ongeldig maken. Dus ze moeten potent zijn. Dat betekent dat ze moeten de huwelijksdaad kunnen stellen. Hè? Ze moeten man en vrouw zijn. Hè? Als ze al een zekere leeftijd hebben, dat de vrouw dus zeker onvruchtbaar is. Een vrouw is dus, je kunt ook huwen als je 50, 60 jaar bent. Dat wordt niet verboden. Dan blijft dezelfde voorwaarde gelden. Hè. Als je de huwelijksdaad niet meer kunt stellen, dan is het nog geldig huwelijk. Hè. Dus dat is... dat wil niet zeggen dat je kinderen moet kunnen krijgen. Dat je kinderen geen kinderen kunt krijgen, dat is wel pijnlijk, hè? Maar normaal trouwt je voor kinderen te krijgen. Maar dat maakt het huwelijk niet ongeldig. Dus iemand die de huwelijksdaad kan stellen, maar geen kinderen kan krijgen, die kan nog geldig huwelijk.
huwen. Dus zijn de belangrijkste huwelijksbeletselen zijn dus impotentie, dus, ja, dus dat je de huwelijksstaat kunt stellen, en dan ja, dat je dus een bepaald aantal van de kinderen stelt. Bloedverwantschap, tot in de vierde graad maakt ongeldig. Aanverwantschap, dat wil zeggen dus dat je trouwt met een bloedverwant van nadien, dus van overleden man of vrouw, dat is ook ongeldig tot in de derde graad. Ja. En wat heb je nog? Ja, de misdaad. Bijvoorbeeld man en vrouw. Die hebben dus. Dus man en vrouw zijn getrouwd, maar bijvoorbeeld de vrouw of de man. Dus bijvoorbeeld de vrouw die heeft een relatie met een man. En die heeft daar geslachtsbetrekkingen mee. En haar man sterft. Mag ze niet trouwen met die man waarmee ze betrekking heeft gehad onder haar huwelijk. Ja. Dus dat is het beletsel van crimen, van misdaad. Dat was een misdaad beschouwd. Dus, cult is een misdaad. En, dus dat is dus overspel. Dus als je overspel speelt, dus overspel doet onder het huwelijk, mocht je nadien niet trouwen met die persoon waar je met overspel hebt gehad. Dus geen beletsel in huwelijk ongeldig maken. Natuurlijk moet er ook een. Soms zijn de beletselen in de toestemming. Bijvoorbeeld iemand die een beetje mentaal gehandicapt is. Dat heb ik ook al voor gehad. De liefde is blind. Dus een man trouwt met een vrouw die toch wel een slag van de molen heeft. Ja. En nadien wil hij er vanaf, ja. Als die vrouw echt niet wist wat ze deed, niet in staat is om te beseffen, maar dan moet die priester nagaan, normaal moet de priester nagaan voor het huwelijk. Zeg, mevrouw, u bent niet in staat om te trouwen. Meneer, u kunt niet met die vrouw trouwen, want die weet niet wat ze, eigenlijk wat ze doet. Dus dat werkt niet, je kunt daar niet mee trouwen. Trouwens, hoe kan zo iemand uw kinderen opvoeden? Want je trouwt niet alleen met een vrouw, maar je trouwt ook met de moeder van uw kinderen. Je moet ook zien dat ze je kinderen deftig en serieus kan opvoeden. Iemand die zelfs zichzelf niet kan beheren, hoe kan ze dan de kinderen dan opvoeden? Dus dat zou de priester eigenlijk. Daarom is er een kanoniek onderzoek. Dat betekent, voor het huwelijk moet de priester nagaan of er geen beletselen zijn. Dat het niet een onprettige ontdekking komt dat men dan ongeldig gehuwd is. Huh? Dus, voilà. Dus geen bletsel in huwelijk ongeldig maken, dat ze vrijwillig hun toestemming geven. Ah ja. Natuurlijk vrijwillig. Ah ja, als ze onder morele drang zijn, dan gaat dat ook niet. Ze zijn onder morele, onder bedreiging, onder chantage, ik weet niet wat. Dat werkt natuurlijk ook niet. Hè. Er moet een vrije toestemming zijn. Vrije toestemming. Heb je nog een vraag? Kunnen gearrangeerde huwelijken? Ja. Gearrangeerd, in welke zin gearrangeerd? Bijvoorbeeld een bepaalde adellijke families of zo? Ja. Dus ja. Als die zoon of die dochter daarmee instemt, dan is het een geldig huwelijk. Hè. Dus huwelijken die bepaald worden door de ouders, dat was in sommige streken, in sommige tijden, was dat tamelijk gebruikelijk. Wel, die zijn alleen maar geldig als die kinderen daar toestemming in geven, natuurlijk. Als ze zeggen, ik wil niet, is dat ongeldig, hè? Nou ja. Zonder dwang. Ja, zonder dwang. Soms was er wel een druk. Want het geld en de naam. Dan zeggen ze, ja, kies dan zelf maar in. Maar het moet iemand zijn met geld en naam en een titel. Ja. Opdat de rijkdom van de familie niet zou verminderen. En de prestige van de familie zou verminderen, moeten ze dan trouwen met ook iemand van dezelfde rijkdom en dezelfde prestige.
Want anders zou het verminderen. Ja. Dat is, ja, ik zeg het, de voorwaarde blijft dat de bijduwelijk echt de mensen vrijwillig voor elkaar kiezen. Ten derde dat zij het huwelijk aangaan voor de pastoor de parochie, waar het geschiet, of voor een priester daartoe gemachtigd en voor twee getuigen. Ja. Dat is erbij gevoegd door het Concilie van Trente, omdat er veel te veel wilde huwelijken waren. En dus in zich zijn de bedienaars van het huwelijk zijn de verloofden. Hè? De verloofden dienen elkaar het sacrament toe. En de priester is daar om te controleren of het gebeurt zoals het moet. En sinds het Concilie van Trente is de aanwezigheid van de pastoor nodig voor de geldigheid. Maar er bestaat een uitzondering op. Als je geen pastoor kunt vinden binnen de 30 dagen, geen pastoor die een geldige juridictie heeft enzovoort, hè, dan moet je trouwen zonder pastoor. En het is op die grond dat wij dus mensen trouwen, want wij hebben geen juridictie van de pastoor, maar de pastoor kun je niet vinden, want alle pastoors zijn ketters. En je mag met een ketter niks doen, geen omgang hebben, hè? Alleen maar om te bekeren, maar niet voor iets anders. Dus zeker niet u onderwerpen aan een ketter. Mag niet, dus alle pastoors zijn ketters. Alle pastoors hebben Vaticaan II aanvaard. Dus dan kun jij trouwen voor een priester die nog... dan wordt er wel gevraagd dat je een priester kiest die nog wel geldig gewijs en goed functioneert, ook al heeft hij geen normale juridictie, maar dat hij dus dan moet er wel bij zijn om dus het werk te doen van de parochie, priester. Dus nagaan of er geen belastingen zijn enzovoort. En natuurlijk het sacrament in te zegenen, zoals in de rituelen staat. En daarna een mis, normaal wordt er een mis opgedragen na de huwelijksinzegening. De mis wordt opgedragen na de huwelijksinzegening en niet ervoor. Hè? Waarom? Wel, omdat bij de huwelijksinzegening wordt er ja gezegd. Maar er kan ook nee gezegd worden. Het kan gebeuren dat er soms wordt er nee gezegd. En daarmee moet de mis niet gebeuren, want in de mis wordt er gesproken over de gehuwden. Hoe kunnen dan de mis opdragen voor het huwelijk? Als we niet gehuwd zijn, en misschien gaat er iemand nee zeggen. De theoretische mogelijkheid is dat nog, dat iemand plots, die nog een twijfel heeft, of van gedacht verandert. Op het laatste moment. Dat is al gebeurd, hè. Dus het is wel heel eigenaardig, maar dat kan gebeuren. Ja. Wat verstaat men door huwelijksbeletselen? Dat zijn omstandigheden die krachtens de wet van God of van de Heilige Kerk het huwelijk ofwel ongeldig ofwel ongeoorloofd maken. Je kunt ook hebben ongeoorloofd. Bijvoorbeeld, je hebt ook het gemengde huwelijk dat eigenlijk verboden is, maar dat kan van gedispenseerd worden. Bijvoorbeeld dat je dus huwt met een ongelovige of huwt met een protestant. Ja, dat is ambetant, want dan is je huwelijk... dan krijg je het probleem van welk huwelijk is dat. Want matrimonium not claudicat, het huwelijk kan niet hinken. Dus je kunt niet zeggen, voor u is het een sacrament en voor u is het geen sacrament. Dus als je met een ongelovige trouwt, dat moet je niet doen. Trouwens, het spreekwoord zegt, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dan heb je discussie over alles en nog wat. Hoe gaan we onze kinderen opvoeden? Gaan we tv kijken? Welke kinderen? Hoe gaan we gemeenschap hebben? Dus de godsdienst bepaalt alles, alle domeinen van het leven. En als die ander daar niet in gelooft, dan krijg je voortdurend discussie over van alles en nog wat. Gaan ze leven door over van alles en nog wat. Dus dat moet je niet doen, dat wordt afgeraden. Maar de kerk gaat niet verbieden. Dus ja, vooral als er een kind is, als er al een kind is, ja. Dan kan de kerk toestaan dat er gehuwd wordt, maar dan moet die persoon, die vrouw, die ongelovige, beloven van de kinderen katholiek op te voeden. Maar dan is het wel geen sacrament. Het huwelijk is dan wel geen sacrament. Maar het huwelijk kan niet hinken.
Het wordt een sacrament als die andere zich doopt, zich laat dopen. Dan wordt het een sacrament. Dus iemand is dus katholiek en de andere niet. Ze trouwen, het is geen sacrament. Die bekeert zich, die laat zich dopen, het is een sacrament. Door het doopsel wordt het huwelijk een sacrament. Het is door het doopsel dat het huwelijk een sacrament wordt. Dat zijn allemaal dus dingen die normaal niet... dat zijn dus... ja. Dus huwen met een heiden of een heidin maakt het huwelijk ongehoorlijk. Of ze moeten een dispensatie hebben van de kerk. Ja. En dan gaat de kerk dat reglementeren. Hè. Dan moet die ander een belofte doen. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Dus mensen die getrouwd van de traditie, die getrouwd zijn met anderen die niet van de traditie waren. Praktisch altijd heeft de slechte partij het gewonnen. Dat hij zoveel heeft gezaagd, zoveel druk uitgeoefend, dat uiteindelijk die partij die traditioneel was niet meer naar de mis ging. Dus die mensen hebben zich eigenlijk in doodzonde gewerkt door te trouwen met de verkeerde persoon. Ik heb het al verschillende keren meegemaakt dat de persoon die het minste geloof heeft, of het slechtste geloof, dat die het wint van die het beste geloof heeft. Of er moet een hevige strijd gevoerd worden. En het is voortdurend discussie ook weer. Dus ik zeg het, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Je moet echt iemand nemen van je eigen geloof of je hebt te veel discussies en kritiek doodt de liefde. Dat is niet goed. Moeten de geloven de huwelijksblesselen bekendmaken? Ah ja, dat moeten ze bekendmaken. Bijvoorbeeld ze weten dat die of die al getrouwd is geweest ergens in een ander land of zo. Toevallig weet je dat, dat moet je bekendmaken. Daarmee moet de pastoor ook op de registers bijhouden. Dat het bewezen is dat hij getrouwd is, dat hij niet nog een keer een tweede keer ergens gaat trouwen. Hè? Zo. Of een derde keer. Hè? Als die vrouw overleden is en dan met een tweede getrouwd, nog met een derde, dat kan allemaal gebeuren. Is een verbintenis alleen voor de burgerlijke overheid aangaan een waar huwelijk? Nee. Nee, helemaal niet. Zoals ik gezegd heb. De katholiek, de gedoopte, de katholiek had alleen maar voor de kerk geldig huwen. Dat is een pure formaliteit. Voor een heiden die trouwt voor de burgemeester, is het een huwelijk. Ja, want die trouwt voor zijn eigen bedienaar, hè, de burgemeester. Maar niet voor de katholiek. Iedereen kan geldig huwen voor zijn eigen bedienaar. Dus een boeddhist voor een boeddhist, een monnik... Wij zijn spreken, een atheïst voor de burgemeester, een protestant voor een dominee. En wel, iedereen kan geldig huwen voor zijn eigen bedienaar, maar dus ook de katholiek kan alleen maar geldig huwen voor zijn eigen bedienaar, voor de kerk. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Dan, laatste vraag. Heeft de burgerlijke overheid de macht om het geldig huwelijk te ontbinden? Nee. Niemand heeft de macht om het geldig huwelijk te ontbinden. En zeker de burgerlijke overheid niet. Want Jezus heeft gezegd, wat God heeft verbonden, dat scheidt de mens niet. Dus het enige wat dus scheidt, is de dood. De dood. Dat is het enige. Dat is het enige. Want ik zeg het, een ongeldige verklaring is geen scheiding. Hè? Dat is maar gewoon verklaren dat er nooit een huwelijk is geweest, omdat er iets ontbrak. Dus een echtscheiding bestaat niet voor een katholiek. Wat er wel bestaat is scheiding van tafel en bed. Dat is iets anders. Er is een dispensatie om samen te wonen. Normaal moet je... Het is een zware verplichting om samen te wonen. Hè? De vrouw moet normaal de man volgen die dan de beslissende macht heeft om te beslissen waar gaat gewoond worden. Normaal moet je daar overeenkomen, in liefde overeenkomen waar je gaat wonen. Maar de man heeft de doorslaggevende beslissing. En je kunt daarvan gedispenseerd worden om ernstige redenen. Bijvoorbeeld als een van beiden het geloof in gevaar brengt van de andere. De godsdienstbeoefening onmogelijk maakt van de andere. Of de gezondheid in gevaar brengt van die andere. Er zijn mannen die hun vrouw beslagen en zo. De huwelijkspartnersgewet komt veel voor. Spijtig genoeg. Wel, als dat levensgevaarlijk wordt, dan is dat een reden... om een reden om te scheiden van tafel en bed. Dus vooral dat, dus
Of een man die bijvoorbeeld vreemd loopt en die gaat naar de publieke vrouwen en die brengt geslachtsziekten naar binnen. Die kan aids krijgen, die vrouw die kan daar aids van krijgen, die mag daarvan weg. Dus als de gezondheid van ziel of lichaam in gevaar wordt gebracht, dan heeft men het recht en soms de plicht om apart te gaan wonen. Dus om je geloof, als je kinderen hebt bijvoorbeeld, ik heb dat meegemaakt dat er kinderen waren. En die man maakte dus die opvoeding, die katholieke opvoeding van die kinderen, onmogelijk. Dan mocht die vrouw dan weg. Natuurlijk krijg je problemen, financiële problemen en zo, ja. Dat is een grote ellende. Maar scheiding van tafel en bed, dat mag ook niet op eigen houtje doen. Normaal moet de pastoor dat uitspreken, hè. Dus dat wordt toegestaan, maar dan blijf je wel getrouwd. Je blijft getrouwd. Bijvoorbeeld, Sint Thomas zegt dat als de vrouw of de man vreemd loopt, dus seks heeft met iemand anders, dan moet je scheiden van tafel en bed. Dat is straf, hè? Sint Thomas zegt, je moet scheiden van tafel en bed. Het wordt sterk aangeraden. Normaal moet je scheiden van tafel en bed. Als een man of vrouw. Er zijn vrouwen die dat dan tolereren en zeggen ja, en de man heeft er spijt van. Wel, je mag dan die man vergiffenis schenken, of die vrouw, maar je bent niet verplicht. Of je mag hem vergiffenis schenken, maar je bent niet verplicht van erbij te blijven. Je moet zeggen, ja goed, ik vergeef je, maar ik blijf toch niet bij u. Dat recht heb je. En Sint Thomas raadt het zelfs aan om het te doen. Maar als je dus een scheve schaats, dus als je met, dat is wat anders, hè? De Vlaamse bisschoppen hebben gezegd, af en toe eens een keer vreemd gaan, dat is een schoonheidsplekje op uw huwelijk. Ja. Dat zijn die modernisten. Maar Sint Thomas zegt in de kerk, als je vreemd is gegaan, een man gaat naar de publieke vrouwen enzovoort, of een vrouw gaat enzovoort, dus overspel, en die ander komt dat te weten, dan moet die niet bij die man of die vrouw blijven. En het is zelfs best van de weg te gaan. Want anders zou je het indruk geven dat het niet zo erg is en dat je het eigenlijk aanvaardt of tolereert. Dat mag niet. Dat mag nooit gebeuren. Dus dat is nog... Enfin, over huwelijk kun je heel veel zeggen, hè, want dat is een heel complexe zaak, hè, huwelijk. Ja. En zo'n huwelijk waar dat er... overspel gepleegd geweest is door een van beiden. Ja. En als er daar een zoon is die priesterroeping heeft, mag die priester gewijd worden? Ah, ja. Vroeger was dat wel een beletsel, ja. Vroeger was dat een beletsel voor de priester, de kandidaten. Als je dus een... Als je niet uit een katholiek huwelijk kwam, of er is iets geweest dat... scheiding van tafel en bed of zoiets. Of een scheiding die niet geldig is. Ja, dan was het wel een beletsel. Maar dat kon van gedispenseerd worden. Of dat je een onechtelijk kind bent. Een onechtelijk kind, dus als een kind voortkomt van overspel. Normaal was er een beletsel om priester te worden. Normaal dat een loon op plus loon. Maar dat kon van gedispenseerd worden. Ja, de kerk wil niet dat die priesters, dat de mensen reden hebben om een priester te bekritiseren en dat het gezag vermindert van de kerk. Hè? Het gezag van de kerk vermindert. Wat zit je onze les te lezen? Je komt zelf voort van overspel. Wat gaat ons overspel verbieden? Was er geen overspel geweest, had je niet eens bestaan. Dat krijgt hij dan te horen. Dat is ellendig, hè? Een priester kan te horen krijgen, jij verbiedt ons overspel, maar als het niet geweest was, dan ga je niet bestaan. Dus dat wil de kerk vermijden, zo'n toestanden. Dus. De kerk is een wijze moeder, hè? Dus zij wil... Normaal gezien, in het kerkelijk recht van 1917... wordt dat beschouwd als een beletsel. Maar er kan van gedispenseerd worden. De bisschop. Ah ja, de bisschop, ja.
Er zijn verschillende. Ja, nu hoor ik hier. Ja. Ik had een vroegere schoolvriendin die katholiek is gedoopt. Maar gehuurd is in Jesus People met de protestants. Ja, dat is een goede vraag. Als je dus. Ja. Zij is protestants geworden. En. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Dus zij is katholiek gedoopt en hij is protestants geworden en hij met een protestant getrouwd. Is ze dan geldig getrouwd? Ja. Normaal kun je alleen maar geldig voor de kerk trouwen als je katholiek bent. Maar zij is afgevallen van het geloof. Als je dus het niet meer gelovig bent, je bent van een andere gemeenschap, dan moet ik even gaan kijken in het boek, maar dan, volgens mij kun je dan wel geldig huwen. Voor de nieuwe. Ik ga eens kijken in het boek. Ja. Even kijken. Dus het huwelijk. Dat is Heribert Jone. In katholieke marotheologie. Zes, negen, zeven. Ja, het kan op verschillende plaatsen staan, daarom. Eens kijken. Ja, bij de huwelijksonbekwaamheden zie ik er ook staan plichtige gelofte. Hè. Iemand die plichtige gelofte heeft afgelegd, die kan ook niet meer huwen. Bijvoorbeeld een non die de eeuwige gelofte heeft afgelegd, die kan niet meer huwen. De priester ook niet. De priester kan niet meer geldig huwen, want die heeft beloofd van celibatair te zijn. Dus ook al gaat die. Die wordt ontrouw van zijn priesterschap, maar die kan niet geldig huwen. Ja, er staat hier geweldig veel over het huwelijk. Een beetje zoeken, want die vraag was.
niet voorzien. De rechts van. Ah, hier. Ah, voilà, hier is het. Het huwelijk. Buiten de kerk gesloten, tussen twee katholieken, is ongeldig. We hoeven het alleen maar voor de burgemeester. Natuurlijk, buiten de kerk gesloten, tussen een katholiek en een ongedoopte, is ongeldig. Een huwelijk buiten de kerk gesloten, tussen een katholiek... En een gedoopte niet-katholiek, dus een protestant, dat is het geval, is ongeldig, staat hier. Ik herhaal het. Natuurlijk buiten de kerk, dus die zijn getrouwd voor Jesus people, dus buiten de kerk. Gesloten tussen een katholiek, dus zij was katholiek, want zij is katholiek gedoopt. En een gedoopte niet-katholiek. Iemand van Jesus people, protestant, is ongeldig. Een huwelijk buiten de kerk gesloten tussen niet-katholieken, dus de protestanten, maar beide gedoopt, dus protestanten is geldig, zoals ik gezegd heb. Huwelijk buiten de kerk gesloten tussen niet-katholieken, maar de ene is gedoopt en dan is niet gedoopt, is geldig. Huwelijk buiten de kerk gesloten tussen iemand die uit niet-katholieke ouders geboren en katholiek gedoopt is. Aha, hier wordt het ingewikkelder. Het huwelijk buiten de kerk gesloten tussen iemand die uit niet-katholieke ouders. Dit is het geval niet, want hij komt van katholieke ouders. Je niet-katholieke ouders geboren en katholiek gedoopt is, maar toch katholiek gedoopt is, maar van kindsbeen af in het ketterij, scheuring of heidenomen buiten elk godsdienst is opgegroeid, en je trouwt daar met een gedoopte niet-katholiek, dan is dat ongeldig. Maar die is katholiek gedoopt. Dus je kunt alleen als katholiek gedoopt door de kerk, weet je. Als je trouwt met een katholieke gedoopte, maar van kindsbeen af in ketterij, scheuring enzovoort, dan is het weer ongeldig, want ze zijn niet voor de kerk getrouwd. Er zijn twee katholieke gedoopt, maar ze trouwen niet voor de kerk, is ongeldig. Als je dan trouwt met een ongedoopte, dan is het wel geldig. Oh nee, pardon. Dan is het ongeldig. Weer ongeldig. Ja. Ongeldig. Ziet je, dus de regel blijft echt gelden. Als je katholiek gedoopt bent, kun je alleen voor de kerk trouwen. Geldig. Als het huwelijk een buiten de kerk gesloten tussen twee ongedoopten is geldig. Zoals ik gezegd heb. Dus twee boeddhisten is geldig. Ja. Ja, dus moet ik eens wel een boekje bijhalen, want soms heb je inderdaad ingewikkelde toestanden. Ja. Hier nog een vraag. In welke zin kun je de modernistische secte nog katholiek noemen? Ja, dan wordt het nog gecompliceerder. Hè. De modernisten zijn eigenlijk ketters, ja, dat wordt inderdaad gecompliceerd. Ja. Ja, zijn ze allebei katholiek gedoopt? We moeten een concreet geval geven. Hè? Dan moet geval per geval nagaan worden. Mm-hmm. Waar zijn ze gedoopt? Wie heeft ze gedoopt? Het is de doopsel natuurlijk. Dus als je katholiek gedoopt, zet je katholiek. Je kunt alleen voor de katholieke kerk trouwen. Dus je moet nagaan wie ze gedoopt heeft. Is een modernist die zich gedoopt heeft, dan kunnen ze voor de modernisten trouwen. Ah ja, je kunt geldig trouwen voor uw bediener van uw godsdienst. Anders zouden al die modernisten in doodzonde leven als ze getrouwd zijn door het huwelijk.
dan zal ze door het huwelijk een doodzonde doen. Dat kan niet, want het huwelijk is een natuurrecht. Dan zou ze niet mogen huwen. Of dan moeten ze zich eerst moeten bekeren voordat ze huwen. Dat is toch gecompliceerd. Dus dat gaat niet. Dus iedereen mag geldig huwen voor zijn bedienaar. Als het modernisten zijn, dan kunnen ze geldig huwen voor modernisten. Ja. Als ze door modernisten gedoopt zijn, kunnen ze door modernisten... Ja. Dus protestanten die... Je ging geen kop maken, hè? Protestanten die, ja. Allebei protestant zijn opgevoed. Ja. Ja, en gedoopt. En geldig gedoopt zijn. Dus twee protestanten zijn geldig protestants gedoopt. Ja. Geldig gedoopt, ja. Ja. En die trouwen, ja. Maar binnen die protestantse secte is het scheiding zomaar toegestaan. Ja. Zijn die dan geldig getrouwd? Ja, en binnen die protestantse secte is scheiding toegestaan, zijn ze dan geldig getrouwd. Ja, maar dat bestaat normaal niet, hè. Want protestanten die geloven in de Heilige Schrift, en in de Heilige Schrift staat dat je niet mocht scheiden. Hè? Normaal is dat niet zo. Normaal is dat niet. Maar ja, ze hebben de Bijbel. In de Bijbel staat duidelijk dat wat God gebonden heeft, de mens niet zal scheiden. Ja, een soort van secte natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus normaal komt dat niet voor. Hè? Ja. Ja, normaal moet je niet de bedoeling hebben om van die vrouw weg te gaan, want dat maakt het natuurlijk nog geldig. Hè? Ja. Hier is nog een vraag. Zij leeft sindsdien ook protestants. Zijn ze dan geldig gehuwd? Jawel. We hebben dat gezien. Dus een katholiek. Die katholiek. Tussen een katholiek en een gedoopte niet-katholiek. Is ongeldig. Ze heeft zich laten herdopen volgens de regels van Jezus voor zijn huwelijk. Ja, maar dat klopt niet. Dus een herdoop is ongeldig. Je kunt maar één keer gedoopt worden. De tweede doop is ongeldig. Dat is niks. Moest zij niet gedoopt zijn en Jesus People zou ze gedoopt hebben, dan was ze geldig gedoopt. Want Jesus People geeft geldige doopsels. Ze doen het zoals de kerk het voorschrijft, zal ik zo zeggen. De doopsel van Jesus People is geldig. Maar niet voor een gedoopte, hè. Ja. Na het Tweede Vaticaans Concilie zijn er duizenden priesters en kloosterlingen uitgetreden en zijn er een aantal van hun met elkaar getrouwd. Zijn deze huwelijken toch ongeldig? Ja. Ongeldig. De priester kan nooit trouwen. Of er zou een dispensatie moeten gekregen hebben van de paus. En normaal geeft de paus nooit dispensatie ervoor. Er zijn een paar dispensaties gegeven geweest, denk ik, door Paulus VI. Maar dan moet je zien, is dat gegeven voor of na zijn ketterij van 21 november. De eerste ketterij die Paulus VI heeft verkondigd is in 64. Alhoewel hij voordien al ketterij bevorderende teksten heeft afgekondigd. En ketterij bevorderende toespraken heeft gehouden en zo. In een tand van Johannes 23 ook. Ketterij bevorderend. Het moet allemaal dialoog zijn. Vroeger sprak de kerk van verkondiging. Nu is het dialoog. Dus het is dialoog, ja, het is dialoog. Ga maar in dialoog met de islam, hè. Ga daar maar eens een keer mee dialogeren. Je moet prediken, en mirakels doen, en heilig leven, en ik weet niet waar. En zo gaat je de mensen bekeren, maar niet mee dialogeren. Want als je dialogeert, zit je al op gelijk niveau. Gelijk niveau. En dat wil zeggen, je hebt je opinie en ik heb mijn opinie. Dat is dialoog. Misschien kan ik u overtuigen, misschien niet. Dat is Jezus niet gezegd. Hij zegt niet, ga en dialogeren. Hij zegt, ga en predik. En leer ze onderhouden, doop ze. Dat zijn drie bevelen. Dat is niet van dialoog. Dat wil zeggen, ja, misschien heb ik gelijk. Een dialoog kunnen doen als er over opinies gaat. Maar niet over zekerheden. Over zekerheden kun je niet dialogeren. Zekerheden moet je bewijzen. En stellen, zo is het en niet anders. Huh? 1 en 1 is 2, en dan is 2 min 1, 1. Daar wordt niet over gedialogeerd, hè. Dus dat is al... Dat is Vaticaan 2, hè. Dus Vaticaan 2... dus die priesters die dan... dus Paulus VI heeft dan dispensatie gegeven. Maar nadien is daarmee gestopt. Dus als ze geen dispensatie hebben... Een paus zou kunnen dispenseren, in theorie. Normaal wordt dat nooit gedaan, voor een priester.
Voor een subdiaken soms, voor een diaken zelden en voor priester nooit. Dus nooit gedispenseerd. En dus als die dan toch trouwen, is het ongeldig. Ja, klopt. Dan is dat ontucht. 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 Maar deze priesters van Vaticaan II waren toch niet geldig gewijd. Dus mochten ze toch wel trouwen. Ah ja. Ja, als het zeker is dat ze niet geldig gewijd zijn, zijn het geen priesters. Hè? Ja. Ja, maar je moet ook niet in het voordeel spelen van de misdaad. Dus het is zo dat... ja, er is een discussie over. Ja. Er zijn sommigen die zeggen, die wijdingen zijn zeker ongeldig. Anderen zeggen, het is twijfelachtig. Van de traditie, hè. In de priesterbroederschap, Justine zegt, ze zijn geldig. Wel, zelfs als je... Zoals de priesterbroederschap denkt dat het geldig is, well, dat is natuurlijk dat is eigenlijk niet serieus, want die argumenten tegen de geldigheid zijn werkelijk serieus, hè? Sluitend zou ik zeggen. Maar het minste dat iemand die er buiten staat zou kunnen zeggen is, er is discussie over. Tussen ernstige personen die ernstige argumenten naar voren halen. Dus het minste wat je moet zeggen, er is twijfel. Dus als er twijfel is, zegt de kerk, dan moet je het al ongeldig beschouwen. Maar twijfel betekent, het kan geldig zijn, als er twijfel is. In geval zo'n priesterschap twijfelachtig is, dan kan hij evengoed priester zijn. Wel, als het mogelijk is dat hij priester is, dan mag hij ook niet trouwen. Want dan is het mogelijk dat hij dan in ontucht leeft. Dus de twijfel werkt ten nadele van de misdaad, niet ten voordele. Je kunt zeggen, dus hij is twijfelachtig priester, dus hij is geen priester, dus hij mag trouwen. Nee. De twijfel werkt ten nadele van de misdaad, niet ten voordele. Dus hij werkt weer ten nadele niet van de misdaad, maar van de deugd, de twijfel. De twijfel werkt een... bijvoorbeeld, als je dus, zoals ik zei, als er een twijfel is over priesterschap, dan moet je hem als ongeldig beschouwen en moet je niet bij die priester gaan te biechten, want je weet niet of dat je zonden vergeven zijn. Dus moet je als ongeldig beschouwen. Maar het kan zijn dat die geldig... Dus voor het geval dat er een twijfel is over een bepaalde priesterwijding, maar dat het zeker is dat hij geen priester is, ja, dan is hij geen priester. Hè? Dan kan hij trouwen. Dat klopt. Als er dus een procedurefout geweest is en er wordt uitgemaakt dat een priester uiteindelijk geen priester is, een onwijding, een wijding ongeldig makende beletsel, dan mag hij trouwen. Dat is evident, ja. Ja, het is een gecompliceerde materie. Hè? Nu ik het boekje toch heb, kan ik u zelfs nog wat dus hier heb je een andere definitie van het huwelijk, dat is interessant. Het huwelijk is een overeenkomst. Maar dan spreken we dus van alle huwelijken. Hè? Dus de twee huwelijken. Dus ook het huwelijk van Adam en Eva. Hè? Het huwelijk is een overeenkomst waardoor twee personen van verschillend geslacht, hè, man en vrouw dus, wederzijds elkaar overdragen en van elkaar ontvangen het altijd durende en uitsluitende recht op het lichaam met betrekking tot die handelingen die uiteraard geschikt zijn om kinderen te verwekken. Dat is elk huwelijk is zo. Dus je ziet, altijd durend en uitsluitend. Dat zit in de definitie van het huwelijk. Dus als je iets doet daartegen, maakt je het huwelijk ongeldig. Want dan gaat tegen de essentie van de zaak in. Dan maak je de essentie kapot. Dan maak je het ding zelf kapot. Het sacrament van het huwelijk is dan de huwelijksovereenkomst tussen gedoopten. Door Christus tot sacrament verheven. Weet je?
Dus je hebt het huwelijk tussen gedoopten, of tussen heidenen, en je hebt, dus het zijn twee verschillende doopsels. Je hebt ook een geldig of een ongeldig huwelijk, je hebt ook een publiek en clandestien huwelijk, dus zijn mensen die clandestien, dus het geheim trouwen, dat bestaat ook. Je hebt trouwbelofte. De trouwbelofte is de verloving. Maar die wordt afgeraden in tegenwoordige tijd. Laat de mensen vrij tot voor het huwelijk, want de tijden zijn veel te moeilijk. Dus laat ze vrij, want door een trouwbelofte ben je al praktisch gebonden om te trouwen. Je kunt nog weg, maar het is moeilijk. Dus wij raden mensen, aangezien deze tijd zo moeilijk is en zo gecompliceerd, en de mensen zo instabiel, dat je de mensen moet vrijlaten tot het laatste moment. Dus dat wordt afgeraden. Je moet wel een soort verloving, dat je belooft met elkaar trouwen, maar dat is niet voor God dat je dat belooft. Dat is geen echte gelofte dat je dan doet. Hè? Dus maar gewoon, je verklaart van elkaar, dat je de zin is met elkaar te trouwen en je vraagt daar de zegen over. Ja, dat kan gegeven worden, maar dat is geen echte verloving dan. Hè? Want het voornaamste uitwerking van het echte trouwbelofte, die ritueel worden gedaan, is een verplichting om te gelegene tijd het huwelijk aan te gaan. Je hebt al een verplichting. Je hebt al een belofte gedaan. Maar een vaste belofte voor God. Van elkaar te trouwen. Dus. Natuurlijk moet er een doopbewijs zijn. Hè? De priester vraagt een doopbewijs voor te huwen. Dat is normaal. Er moet zeker zijn dat ze gedoopt zijn. Want je moet gedoopt zijn om het huwelijk te kunnen krijgen. Dan moet hij de huwelijksinstructie geven, zoals ik gezegd heb, dat is heel belangrijk. Dat gaat over dispensaties van huwelijksbeletselen. Wel, dus een huwelijksbeletsel, waar ik nog niet over gesproken heb, dat is ook een eenvoudige gelofte. Iemand heeft voor God beloofd dat hij niet gaat trouwen. En die kan niet trouwen, hè? Die kan niet geldig trouwen. Dat zijn verbiedende huwelijksbeletselen. Iemand heeft een eenvoudige gelofte gedaan van de maagdelijkheid, van volmaakte zuiverheid, om niet te trouwen, of om de heilige wijdingen te ontvangen, om de religieuze staat te omhelzen. Dat maakt het aangaan van het huwelijk ongeoorloofd. Een bisschop kan dispenseren. Wettelijke verwantschap is ook een beletsel. Bijvoorbeeld verwantschap door een adoptie. Dus een vader kan niet trouwen met zijn geadopteerde dochter. Huh? Ook al is dat iemand van een absoluut vreemd, 100% vreemd. Dat mag niet. U kunt ook niet trouwen met uw petekind of uw meter of uw peter. Dat is ook een huwelijksbeletsel. De gemengde godsdienst bestaat tussen twee personen die gedoopt zijn, maar van de ene katholiek is en de andere ketters of schismatiek. Of een atheïstische secte aanhangt. Dus een gemengde godsdienst, dat is de ene is katholiek en de andere is niet-katholiek. En dan is er een gevaar voor geloof en zeden bij de katholieke partij. Ah ja, die kan dus mis. Een ander heeft andere principes, die telt al die geboden van God zo niet. Dus dan brengt hij zijn ziel in gevaar. Dus daarmee zegt de kerk: gemengde godsdienst is een verbiedende huwelijksbeletsel. Men kan met moeite van gedispenseerd worden. Bijvoorbeeld als er al een kind is, dan wordt daar eventueel bij gedispenseerd. Maar de kerk raadt dat af. Hè? Ja. Je hebt ook ongeldig makende huwelijksbeletselen. De leeftijd. Daar heb ik ook nog niet over gesproken. Dus een jongen beneden de 16 jaar,
of een meisje beneden de 14 jaar kunnen geen geldig huwelijk aangaan. Dat kan dan in 1067. Die leeftijd is zo laag omdat in de Middellandse Zee die jongeren veel vroeger rijp zijn dan bij ons. Bij ons is dat jong, hè? In de Middellandse Zee niet zo. Hè? Trouwens, er wordt gezegd dat Maria heel jong was toen ze de bezoek van de engel kreeg. Ze was een jong meisje. Ja. Ze was al verloofd, dus waarschijnlijk al die leeftijd. Maar, ja. Maar als je eronder gaat, is je huwelijk ongeldig. Ja, lichamelijk onvermogen, daar hebben we het over gehad. Een bestaande huwelijksband, dat is evident. Als je al gehuwd bent, kun je niet trouwen. Het verschil van erendienst. Dat is een huwelijk tussen een ongedoopte en iemand die in de katholieke kerk gedoopt of tot deze uit de ketterij of het schisma bekeerd is. De hogere wijding, zoals we gezegd hebben, de kloostergelofte. Gewelddadige ontvoering. Ook nog niet over gesproken. Gewelddadige ontvoering maakt ook het huwelijk ongeldig. Ja, dat begrijp je, want dan is het een probleem met de toestemming. En de misdaad, zoals ik u gezegd heb. Hè. Dus de misdaad is dus een echtbreuk met wederzijdse belofte om te huwen. Dus je pleegt overspel en je belooft met elkaar te huwen. Dat maakt het onmogelijk om met elkaar geldig te huwen. Dus ook als die man sterft van die vrouw, ze zijn allebei vrij. Bijvoorbeeld één is getrouwd, want het is echtbreuk. Het gaat over overspel. Dus één van beiden of beiden zijn getrouwd. Ze hebben een overspel en ze tegelijkertijd beloven ze van met elkaar te trouwen. Dus ze wachten gewoon de dood van die andere af. En wel, dus de echtbreuk met de belofte van te trouwen maakt het huwelijk ongeldig, onmogelijk. Ja. Je hebt ook echtbreuk met poging om te trouwen. Je hebt echtbreuk met moord op de echtgenoot, dat is nog erger. Ja. En dan heb ik gezegd, bloedverwantschap en aanverwantschap, dat is ook openbare eerbaarheid. Ook, wat is dat? Dat is een beletsel dat zijn oorsprong heeft in een ongeldig huwelijk, of in een publiek of algemeen bekend concubinaat. En dat huwelijk ongeldig maakt tussen de ene partij en de bloedverwanten van de anderen in de eerste en tweede graad van de rechte linie. Dus als er een ongeldig huwelijk is geweest, of een publiek concubinaat, dan kunnen bijvoorbeeld een van beiden, als de andere sterft, hè, of ze gaan uit elkaar, als concubinaat is, niet meer trouwen met een bloedverwant. Bijvoorbeeld iemand leeft in openbaar concubinaat met een vrouw, maar hij stopt ermee, kan hij niet meer trouwen met haar zuster. Ja. En dan de geestelijke verwantschap, daar hebben we juist over gehad, dus het peterschap van een gedoopte. Ja. En dan over de huwelijktoestemming, die moet vrij zijn natuurlijk. Hè. Ja. En dan moet het natuurlijk gaan over... Er zijn ook, dus bij huwelijk kunnen ook voorwaarden gesteld worden, dat wordt afgeraden. Dat wordt afgeraden. Want dat maakt alleen maar gecompliceerd. Dus dan gaat het huwelijk alleen maar in als de voorwaarde wordt voldaan. Ja. Ja. Bijvoorbeeld iemand die vertrekt naar de oorlog en die juist voor de oorlog... ik weet niet wat. Nee, hij is misschien een slecht voorbeeld, ja. Ah ja, waarom niet? Waarom niet? Het is wel een beetje een eigenaardige voorwaarde, maar iemand trouwt en zegt, ja, dus ik trouw met hem op voorwaarde binnen een jaar terug is.
Als hij binnen een jaar terug is, dan wordt dat huwelijk geldig. Als hij niet binnen een jaar terug is, is dat huwelijk nooit bestaan. Dan kan ze met een ander trouwen. Dat zijn eigenaardige dingen, maar dat wordt afgeraden. Hè? Want dat maakt alleen dingen gecompliceerd. Hè? Dat is een voorwaardelijke huwelijkstoestemming. Ja. Dan de huwelijksvoltrekking. Daar heb ik al over gesproken. Dus normaal voor een pastoor, maar dat bestaat niet meer. Sinds dat er geen paus meer is. Dus dat wordt gedaan voor elkaar dan. De huwelijksplicht, daar heb ik het ook over gehad. Ja. Men is op zware zonde verplicht op het huwelijksgebruik toe te staan, wanneer de andere partij ernstig gemeend daarom vraagt, vooral als er bovendien gevaar van onzuiverheid bij komt. Dus als de man bijvoorbeeld geen gemeenschap kan hebben met zijn vrouw, loopt hij gevaar van zelfbevrediging te doen. Dat kan gebeuren. Of het althans veel moeite kost om de bekoring te overwinnen. Dan is het een doodzonde van die vrouw of van die man die dan weigert. Dus je hebt belofte gedaan, dus moet het doen. Men is ontslagen van de verplichting tot huwelijksomgang bij echtbreuk, zoals ik gezegd heb, dus bij overspel. Als een man geen zorg draagt voor het onderhoud van vrouw en kinderen. Als een man dus een luiaard is, die een dronkaard, die niet gaat werken, ja, dan heeft die vrouw moet dan ook niet verplicht aan van. Als de vragende partij het gebruik van haar verstand mist. Ja, je bent die zot geworden, dus. Dat is een goede. Dat is goed dat is, want ik heb het geval voor gehad. Ik ben bejaardenhelper geweest. Er was in Zonneheide, me dunkt, zoiets heette dat. En er was s'nachts een vrouw die mij. Ik was nachtwaker dan. Dat was toen ik geen werk vond, ben ik maar als nachtwaker gegaan om iets te doen, om niet te moeten stempelen, maar dat deed ik niet graag. En die vrouw die belde mij op als nachtwaak, die zei, kom me helpen, want mijn man valt mij lastig. Dus ik zeg, ja, mevrouw, je bent getrouwd, hè? Ook al zijn dat ouderlingen. Maar ik had kunnen zeggen, is uw man seniel? Is uw man, heeft hij Alzheimer? Als de vragende partij het gebruik van haar verstand mist, dan mocht je weigeren. Dat wist ik toen niet. Dat is interessant om het te weten, ja. Als het vragen van de huwelijksplicht overdreven is. Ja, ik heb ook gevallen gekend van. Dat was een vrouw die was gewoon ziek. Die was overdreven seksueel geprikkeld. Dus die vroeg van haar man verschillende keren per dag. En op een gegeven moment kon die man dat niet meer opbrengen. Dus hij moet dat niet. En vice versa. Hè? Het komt nog veel voor dat de man eigenlijk te veel vraagt. Hè? Dus als het vragen van de huwelijksplicht overdreven is, doordat het lichaamsgesteld is van de andere partij, dit zonder groot nadeel niet kan verdragen. Ik weet goed, er was een oude pastoor, een karmeliet, een biechtvader in Berchem, en die zei in de jaren 80 tegen mij, de grootste oorzaken van echtscheiding of van mislukte huwelijken, want echtscheiding bestaat niet, maar van mensen, koppels die uiteenliggen, dat is de schoonmoeder, ten eerste, en de tweede, dat de man te veel vraagt. De schoonmoeder, want de man is nooit goed genoeg voor haar dochter, dus die krijgt voortdurend kritiek te verwerpen en die wordt hier gek van. Dus een schoonmoeder, een man verlaat zijn ouders om zich aan een vrouw te hechten. Dus je moet je ouders echt verlaten. Hè? En dan, de man vraagt te veel, dan zei hij, die vrouwen durven niet weigeren, want als ze dan weigerden, hadden ze geschrik dat hij ergens anders zou lopen. Maar als ze dan zoveel keren per week en zoveel keren per dag moesten gaan doen, dan werden ze daar gewoon neurasteniek van, hè? Dat werkt op hun zenuwen. Hè? Dat is te veel. Emotioneel is dat te veel voor een vrouw dan. Hè? Het kan te veel worden. Hè? En dan zijn er veel vrouwen die ziek worden dan. En ja, dan is het niet redelijk niet meer. Allee, ik zal het zo zeggen. Dus. Niet redelijk niet meer. Dus als het vragen van de huwelijksplicht overdreven is, zodat het groot een lichamelijk nadeel kan. Als er groot gevaar dreigt voor gezondheid of leven. Ja, als die man een geslachtsziekte heeft opgedaan ergens. Ik weet niet wat.
Of als hij gewoon een besmettelijke ziekte heeft. Een man die, ik weet niet wat, besmettelijke ziekte heeft. Die moet je, zolang hij die besmettelijke ziekte heeft, die ook levensbedreigend is voor u, moet je, is hij niet verplicht van eraan te... Dan mag hij normaal niet vragen. Hè. Als hij van zijn vrouw houdt, gaat hij het niet vragen. Want hij brengt het leven van zijn vrouw in gevaar. Wat is dat nu voor iets? Hè? Als het belang van de ziel het vordert. Ja. Bijvoorbeeld als die man dreigt van onanisme te bedrijven. Zodat die vrouw dat kan verhinderen. Ja, dan moet die vrouw ook niet daarin toestaan. Als ze vooraf al weet, die gaat onanisme bedrijven met mij, dan is ze ook niet verplicht van toe te staan. Want, ja. En dan de zonde van gehuwden, ja. Dus je moet, dat staat ook in de Heilige Schriftenbrief aan de Romeinen, je moet dat doen op een normale manier. Dus want er kan ook, spijtig genoeg, dat staat in de brief, dus ook tussen man en vrouw kan het gebeuren op een onnatuurlijke manier. Ik ga niet in de details treden. Het is erom dat sommige gedeelten in het Latijn worden geschreven hier. Het boek is in het Nederlands, maar sommige dingen in het Latijn. Omdat ze de mensen geen slechte gewoonten willen aanleren. Hè. Als ze die zonde niet kennen, ze willen weten. Maar tegenwoordig... tussen haakjes, wat ook niet genoeg geweten is, is dat de tonkus is doodzonde. Dat heb ik misschien al gezegd, als het over het 96 gebod gaat. Dus de Amerikaanse of de tonkus, dus waarmee de tong in de mond van de ander komt, is doodzonde. Waarom? Omdat hij de geslachtsdaad imiteert... en een soort gevoel geeft van het bezit van een ander lichaam, hetgeen alleen maar toegestaan is bij gehuwden. Dus onder gehuwden kan dat, maar niet bij geloofden of bij vrienden of zo, bij tonkus. Dat is een heel slechte Amerikaanse gewoonte die er ingevoerd is geweest en die nu spijtig genoeg... Ja, ik denk dat we rond zijn, hè, want... Je gaat over scheiding van tafel en bed, heb ik het gehad. Dus scheiding van tafel en bed kan gebeuren als er dus gevaar is, een ernstig gevaar, voor ziel of lichaam. Dus om in zon op te vallen of bedreiging voor de gezondheid. Van de echtgenoot of van de kinderen. De rest is niet belangrijk, denk ik. Convalidatie van huwelijken, dat is voor de priesters. Ja, goed, dan zijn we rond. Oef. Ja, het heeft... Ik ben al zo lang aan het spreken, omdat het ik had het in 2 keren kunnen doen, maar ja, er zijn vragen tussen gekomen. Hier is nog een vraag. Ah ja. Die schoolvriendin waar ik het over had, die getrouwd is met een protestant, zou dan geldig weg mogen van die man, omdat ze niet geldig getrouwd zijn? Of, ah ja, natuurlijk, ze moet weggaan. Omdat ze, als ze niet geldig getrouwd zijn, leeft geen in ontucht. Leeft geen ontucht. Leef je in ontucht. Maar ja, het kan zijn dat ze een putatief huwelijk heeft. Ook nog niet over gesproken. Een putatief huwelijk is een ingebeeld huwelijk. Dus als mensen denken dat ze getrouwd zijn en ze zijn het niet, leven ze in een putatief en denkbeeldig huwelijk. Dus het voordeel ervan is dat ze dus niet doodzonde doen. Want ze denken dat ze getrouwd zijn. Maar het nadeel is, ze zijn niet getrouwd eigenlijk. En ik denk dat uw schoolvriendin in putatief huwelijk is en daar moet u mee oppassen. Dus als je voorziet dat ze niet naar u gaat luisteren en je gaat haar zeggen, je leeft in doodzonde, want je bent katholiek gedoopt en je bent getrouwd met een protestant voor de secte, dat is niet geldig, dan kan het zijn inderdaad dat je dan die persoon in een doodzonde brengt. Want een doodzonde wordt pas echt doodzonde met volle kennis en toestemming. Als ze die kennis niet heeft, is het geen doodzonde. Dus als jij voorziet dat mensen uw aanmaning niet zullen luisteren, dan is het best dat je er niet over spreekt, want dan gaat je de zonde juist veroorzaken. Als ze in de onwetendheid zijn dat het zonde is. Of dat het erge zonde is. Dan moet je mee oppassen. Dus die heeft nu hoogstwaarschijnlijk een putatief huwelijk. Wel, als je het voorziet dat ze niet naar u gaat luisteren, laat ze in hun gedachten. Hè? Laat ze in hun gedachten. Dat komt van pas als ze dus van die man weg wil, of zich bekeert, ja, dan komt ze te weten dat ze eigenlijk niet met die man getrouwd is, dat ze dus met een katholiek kan getrouwen. Maar zolang als mensen niet willen luisteren,
En je weet op voorhand dat er geen kans is dat ze gaan luisteren, dan moet je de zonde niet veroorzaken, bij wijze van spreken. Want voor het ogenblik is het nu geen zonde voor haar, omdat ze niet weet dat het zonde is. Denk ik. Ja. En dan, natuurlijk, mag ze trouwen. Enfin, ze mag trouwen. Tuurlijk mag ze trouwen. Als ze van die man weg is, mag ze trouwen, maar dan alleen met een katholiek. Hè. Ja. In oorlogstijd, een andere vraag, of andere moeilijke tijden, en de man of vrouw kunnen niet gewoon trouwen, dan werd er met de handschoen getrouwd. Ja. Ja, ja, ja. En ja, met de handschoen trouwen is geldig als dat dus allemaal gaat zoals het moet. Hè. Dus dan moet je goed weten met wie dat getrouwd is. Want je moet niet vergissen over een persoon, maar dat maakt het ook ongeldig. En de toestemming moet duidelijk gegeven worden. Het moet duidelijk zijn dat de toestemming gegeven is. Dat heet met de handschoen trouwen. Ja, er is een uitdrukking. Ja. Sommige mensen, we kennen die uitdrukking niet. Ja. Het huwelijk is dan geldig en moet je naderhand de verdere ceremonies... Ja, tuurlijk, ja. Naderhand de ceremonies, het huwelijksmis enzovoort. Ja. Er werd met de handschoen getrouwd, maar dat moet aan voorwaarden voldoen. Hè. De voorwaarden moeten voldaan zijn voor een geldig huwelijk. Hè. Ook al zijn het op afstand... Dus je waart gekend elkaar al, want je waart al verloofd. Maar plots moest je naar het leger en je wilt dan toch trouwen. Hè? Kunt je met handschoen trouwen, heet dat. Dus op afstand trouwen met elkaar. Maar dan moet dat goed geregeld worden. Dat moet duidelijk zijn. Er mag geen twijfel over bestaan. Zo, ik denk dat we rond zijn. Het huwelijk is een prachtige instelling. Hè? Het hoort bij de natuur van de mens. De eerste mensen, vooral Eva, hij niet, want hij had nog niemand, maar zij is gehuwd getrouwd. Maar ze doet gewoon toestemming geven, maar dat was geen probleem. Het is noodzakelijk voor de voortplanting. Jezus heeft het over tot een sacrament verheven. Maar het is toch een hele opgave, want door de zondeval heeft men drievoudige beheerlijkheid. En je leeft samen met iemand die niet perfect is. Je leeft dag en nacht samen met iemand die niet perfect is. Daarom zeggen ze, verliefdheid is ik bemin omdat, maar liefde is ik bemin ondanks. Dat is wat anders, ondanks. En dan is het echte liefde. Dus je weet zijn of haar gebreken en je neemt die erbij. En die andere kent ook zijn gebreken, maar die probeert er bovenop te geraken. En je gaat ze helpen door eerst dat gebrek te verdragen. En ten tweede het voorbeeld geven enzovoort. En maak niet altijd opmerkingen over dagelijkse zonden. Als een doodzonde is, moet je opmerkingen maken, maar dagelijkse zonden... Verdraag die geduldig, als je toch weet dat hij of zij moeite doet om er vanaf te geraken, om iets aan zich eraan te doen, verdraag dat en geef het goede voorbeeld. En de liefde bedekt tal van zonden, zegt het spreekwoord. Liefde bedekt tal van zonden. Dus om gelukkig te huwen, geeft de kerk 4 voorwaarden. Neemt iemand van hetzelfde geloof, want anders heb je discussie, heel een dag door, heel het jaar door, altijd discussie over van alles en nog wat. Want de godsdienst richt bijna alle domeinen van het leven. En die ander die wil dat niet aannemen. Ja. Hij houdt wel van nu, maar hij wil dat niet aannemen. Ja. Je discussie heel de tijd door over van alles en nog wat. Ten tweede moet er een sterke liefde zijn. Want er moet een gans leven meegaan. Een liefde ondanks. Hè. Het is niet omdat het mooi is, want laat ik aan die vrouw of die man lelijk worden. Bij wijze of ziek of vooral. Dus als je alleen maar trouwt om de schoonheid, dan kun je je mispakken na een paar jaar. Dus dat is veel te lichtzinnig. Dus echte liefde is ondanks. Hè. Die gaat door en door de persoon. Die neemt alles erbij, zoals God ons bemint. Ondanks alles. Als we maar van goede wil zijn. Vervolgens moet je een stabiel karakter hebben. Want voor de man is het een onderneming. En voor de vrouw ook. Het huwelijk is een onderneming. Je moet samen kinderen verwekken en opbrengen, dat is een onderneming. Dan moet je een stabiel karakter hebben. Als een man een alcoholieker is, en de vrouw gooit het geld door venster en deuren, dan heb je een ongelukkig huwelijk. Dus een stabiel karakter. Hè? En ten derde, een minimum aan gezondheid voor dezelfde redenen. De man moet kunnen geld binnenbrengen, dus voorzien in de levensbehoeften van de familie. En de vrouw moet kunnen kinderen verwekken en opvoeden. Dus gezondheid. Ja, en als je die voorwaarden hebt, de eerste zijn belangrijker dan de laatste, maar als je ze allemaal hebt, heb je alle garantie voor een gelukkig huwelijk. Komt er nog bij dat er veel mensen klagen als ze te veel met mensen getrouwd zijn die te veel verschillen.
van een ander land, van een ander, ik zou zeggen, temperament? West-Europa, Oost-Europa, of van een ander werelddeel zelfs? Dus een ander ras? Hè? Dat wordt afgeraden, want die kinderen, bijna alle kinderen die ervan voorkomen, die beklagen zich. Bijna alle kinderen, degene die de vermengeling tussen zwart en blank, tussen zwart en geel, hè? Tussen bijvoorbeeld in Midden-Amerika heb je een vermenging tussen zwarten en indianen. Tussen indianen en blanken. Tussen zwarten en blanken. Je hebt van alles. Dus wel, als er een mengeling is van... Vraag het aan die kinderen. De meeste kinderen klagen erover dat het toch zo moeilijk is om overeen te komen. Want er zijn minder raakpunten. Dus het huwelijk moet een minimum aan overeenkomst hebben om elkaar te begrijpen. Dus het beste is dat je een karakter en temperament hebt dat gedeeltelijk overeenkomt, zodat je elkaar verstaat, maar ook niet helemaal overeenkomt. Als je helemaal dezelfde bent, dan trouwt je met jezelf. Dat is ook vervelend. Dat is heel saai. Als je met je eigen trouwens hebt, bij wijze van spreken, dan is het heel saai. Dus je moet ook niet iemand nemen die helemaal hetzelfde karakter heeft van u. Het ideaal is dat hij iets heeft dat goed overeenkomt met u, om elkaar goed te verstaan, maar ook iets dat complementair is. Iets dat je helemaal niet hebt. En dat maakt een mooi evenwicht. En bijvoorbeeld iemand die goed is in cultuur en in het ontwikkelen van ideeën en zo. En altijd goede ideeën heeft en zo van alles. En de ander is praktisch ingesteld. De ander zweeft een beetje in de wolken en de ander is praktisch. Wel, dat geeft een evenwicht. Iemand van beiden moet praktisch zijn. Tenminste iemand. Want anders is het chaos in natuurlijk. En iemand moet ook een beetje sfeer erin brengen, en, want anders is het saai. Als allebei praktisch zijn, is het een saai huwelijk. Als allebei in de lucht hangen, is het een heel spannend huwelijk, maar het is gewoon chaos. Ziet je? Dus het ideaal is dat er dus allebei is. Dus iets dat overeenkomt, dat je elkaar goed begrijpt, en ook een minimum van complementariteit. Voilà. Dat zijn de raadgevingen voor gelukkige huwelijken. Maar ja, liefde is blind, hè. Dus de liefde, je kunt trouwen met iemand die gehandicapt is, hè, als de liefde groot is. Maar dat zal, dat zal het moeilijker maken. En welke kinderen krijg je dan? Hè? Dus je moet goed aan denken. Hè? Je moet ook denken aan de kinderen. Hè? Dus je moet niet al denken aan de vrouw en de man. Je moet denken, ik huur met de moeder van mijn kinderen. Of ik huur met de vader van mijn kinderen. Daar moet je ook aan denken. Dat is ook naast de liefde. Dat je aan je kinderen denkt. Zo, ik denk dat voor de catechismus, dat we al rond zijn, hè? Anders kan er nog heel veel over zeggen, maar we zijn hier met een huwelijksvoorbereiding bezig. Er is een bisschop van Streng, een Zwitser, die dat een heel prachtig boek geschreven heeft over het huwelijk. En dat gebruik ik meestal als huwelijksvoorbereiding. Ja. Maar dat is nu wel niet aan de orde. Hè? Ja. Er zijn geen vragen meer. We zijn ook al een tijd bezig. Hè. We gaan nu afsluiten, denk ik. Hier gewoon geen vragen meer? Ja, prima. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria van de Genade. De Heer is met u gezegend. Zit gij bovenal vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in de uur van de dood, amen. Heilige Hart van Jezus, ontfermt u over ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Onbewaarde, bescherm ons. Heilige Patronen, bid voor ons. Alle inclusieve heiligen, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Bidden we voor elkaar. Tot de volgende keer. Dank u.